ziet geen argumenten en feiten meer, je ziet sfeerrapportages. Daar gaat dit psychologisch spelletje over. Let op, dit is propaganda. Dan haal je de vrije wil uit de maatschappij. Wat hier staat is echt ongelooflijk. Nou, het is misdadig. Welkom bij het weekoverzicht / weekjournaal. Het is alweer week 12. Jeroen zit nog steeds in Paraguay. Waarschijnlijk de rest van zijn leven. Maar we hebben toch weer een selectie gemaakt van allerlei rare en opmerkelijke berichten. Hi Jeroen. Ja, hi Willem. Ja, ik ben ver weg, maar toch dichtbij. En ik zal toch nog een paar keer terugkomen, denk ik, Willem. Dat denk ik ook. Dan, ja. Helaas, volgens sommigen, gelukkig volgens anderen. Het jaar van de Baffle Them with Bullshit. Ook deze week zien we weer heel veel gekke dingen. We gaan natuurlijk spreken over de propaganda on steroids voor de mazelen. Maar eerst doen we een beetje politiek. Ja, laten we maar gelijk beginnen. Het is overigens al week 12. Hè? Dus we zijn weer goed op weg met dit jaar. Politiek beginnen we weer zoals gebruikelijk. Ja, Maxima. Ik heb de regel niet bedacht, maar digitaal is helaas nodig. Vaccineren tegen corona, dat was niet de bedoeling. Willem, waar gaat dit over? Ja, dit gaat over dat ze is gevraagd over die opmerking die ze maakte over dat ze de digitale identiteit mooi kon gebruiken voor de registratie van vaccinaties. Maar moeten we hier nou gerust van zijn? Dus ze bedoelde zogenaamd niet de coronavaccinaties, maar al die andere vaccinaties. Ja, dat maakt het verhaal niet beter, zou ik zeggen. Nee, maar goed, ik denk sowieso dat ze eigenlijk niets meer kan zeggen wat iets goed maakt, tenzij ze zichzelf bij justitie aangeeft. Wat ze in ieder geval goed zegt, van zij heeft het niet bedacht, dat geloof ik onmiddellijk. En dat het nodig is, oftewel dat haar bazen het hebben verordeneerd, dat geloof ik ook. Ja, absoluut. Wat dat betreft liegt ze voor de afwisseling niet. Dus dat is ten gunste van haar. Koning bezoekt de Nederlandse militairen en Oekraïense recruten. Veel van deze mensen gaan het niet overleven. Schreeuwend en kreunend van pijn grijpt de militair naar zijn verpulverde been. Hij is zojuist op een landmijn gestapt. Althans, dat is wat hij levensecht uitbeeldt in een van de scenario's waar Oekraïense recruten mee om hun leven gaan tijdens operatie Interflex. Ja, dat is een nieuwe vorm van militaire training. Want je hebt geen tijd natuurlijk meer om deze mensen goed op te leiden. Dus wat ga je doen? Je gaat ze leren hoe je kan hinkelen op één been. En hoe je moet schreeuwen als je op een landmijn trapt. Het is natuurlijk knettergek, hè? Dus dat je mensen hier gaat uitrennen. Ja, en velen daarvan gaan... Het is heel luguber. Eigenlijk bereid je mensen voor om geofferd te worden. Ja. En is dit inderdaad die bedoeling van we moeten je leren om je de rest van je ledematen of je lichaam nog zo goed mogelijk te conserveren, want dan kunnen we dat nog verhandelen. Dat is de associatie die ik erbij krijg. Ja, en daarbij op een landmijn stap is wel vervelend, maar goed, je raakt je been kwijt, maar daarna kan je misschien toch weer door. En je ziet ook hoe hij op die foto staat erbij, hè? Als een soort toezicht. Nou, hij kwam en hij zag dat het goed was, zo ongeveer. Nou, ik vind hem er eerder een beetje depressief uitzien en dat kan ik me goed voorstellen. Ja, maar hij zegt, veel van deze mensen gaan niet overleven. Hij natuurlijk wel, want hij gaat niet naar het front. Nou ja. Timmermans, Jezilgus, de bal rolt naar Timmermans als deze poging mislukt. En dat zegt VVD-leider Dylan Jezilgus over de GroenLinks PvdA-leider. Volgens haar heeft Nederland met de verkiezingen van 22 november gekozen voor een centrumrechtse koers. En wil ze die koers eerst proberen. Wacht even, volgens mij zijn we gewoon al richting eind maart. En ze wil nu deze koers gaan proberen. Ja, nee, maar we hebben het al gezegd. Hè? Dit is het vierde bedrijf zo ongeveer. Hè? Eerst was het Nooit Wilders, toen werd het gesprek, toen was het De Breuk, toen was het De Verzoening, toen was het misschien Timmermans en het eindigt met altijd Rutte. Ja, maar de bal rolt naar Timmermans. Alleen is de vraag hoe snel rolt die bal eigenlijk? Want die kan volgens of mij nog... Of bedoelt ze de bal Timmermans rolt? Dat is altijd moeilijk uit elkaar te houden. Ja.
En dan een tweet van Wiebren van Hagen. Het voorstel van de VVD dwingt partijen om kleur te bekennen. Geen vaccinatieplicht, maar een vaccinatieregistratieplicht. Op deze manier komen we alsnog in een medische surveillance maatschappij terecht en worden vrijheid en lichamelijke autoriteit verkwanseld. Ja, we zijn de PVV, NSC en BBB. Die willen geen plicht, maar ze zijn wel voorstander dat kinderdagverblijven en scholen de vaccinatiegraad kenbaar maken, zodat ouders kennis hebben van de situatie bij de organisatie waar ze hun kind aan toevertrouwen. Het is de week van de vaccinaties, heb ik het idee. Ja. Ze hebben weer een hele nieuwe doos propagandisten. Ja. Maar een goed punt wat Wiebren hier maakt. Dit wordt natuurlijk net gedaan alsof we voor lichamelijke integriteit zijn. Maar we maken het gewoon de weg naar vaccinatieplicht in wat kleinere stapjes. Ja, en het laat ook weer zien, PVV, NSW, NSC en BBB. Het is controlled opposition. Altijd discussies binnen de marge en vooral niet daarbuiten. En een tweet van Pepijn van Houwelingen. Rutte laat zojuist weten bij de beoordeling van de moties dat mocht de Tweede Kamer zo brutaal zijn om deze motie van NSC tegen zijn dringend advies toch aan te nemen, dat de regering deze motie en daarmee de wens van de Tweede Kamer niet zal uitvoeren. Dat u het weet. Ja, ik vind een hele mooie tweet van Pepijn, want dit is de kern. Kijk, het is steeds duidelijker. En hij laat dat goed zien. We zitten in een dictatuur, want wie is Rutte om te bepalen wat de Tweede Kamer doet? En wie is hij om te zeggen, als er een motie aangenomen wordt, dan ga ik hem niet uitvoeren? Want ik dacht, in het verleden was het ooit de bedoeling geweest dat de Tweede Kamer of het parlement de baas van Rutte was en Rutte controleerde in plaats van andersom. Ja, en daar moet je nog bij vertellen dat officieel, ja, doet er helemaal niet meer toe natuurlijk, maar officieel zijn ze demissionair. En dan is het nog duidelijker hiërarchisch. Dan moeten ze alleen op de winkel passen en dan mogen ze echt geen eigen mening meer hebben over welke motie dan ook in een democratie. Maar heel goed dat Pepijn elke week laat zien dat daar in de verste verte geen sprake van is. En nog één laatste, het gaat over de motie dat Bosnië-Herzegovina ook maar bij de EU moet komen. Je ziet die ongebreidelde uitbreidingsdrang. Het is het Romeinse Rijk dat voordat het implodeert nog even zo ver mogelijk als mogelijk is haar vleugels uitweidt. En de stemming van motie van het lid van Houwelingen over uitspreken dat een statelijke actor verantwoordelijk voor het opblazen van een Nord Stream wordt beschouwd als een vijandige mogendheid. En dan zie je de bolletjes, Willem. En dan is FVD de enige partij die daarvoor stemt. Je zou denken, daar kan toch helemaal geen discussie over bestaan. Dit is de grootste terroristische aanslag, even staatsterrorisme, uit de recente geschiedenis. Ja, en Nederland is 10% aandeelhouder ervan, dus het is een aanslag op Nederland. Hè. Daarom is het zo van belang. Maar misschien was de rest allemaal op de hoogte van het volgende. Als we naar de volgende slide gaan. Dit is een filmpje, volgens mij is het een Scandinavisch onderzoeker. En die legt uit van nee, de MIVD was betrokken. Heeft waarschijnlijk in ieder geval de voorbereiding ervan getroffen. Ja, dat is toch wel weer opmerkelijk. Nederland is een essentieel onderdeel in de beheersstructuur van Europa van de Verenigde Staten. Ja, en Nederland zit en die zit overal dik in. Dat zagen we ook al eerder met wat was het ook alweer, die cyberaanval op Iran en noem maar op. Nederland speelt een centrale rol. Deze kandidaten zien Nederlands het liefst als premier. Geert Wilders wordt geen premier van een nieuw te vormen rechtskabinet en ook Dylan Jezilgus. Pieter Omtzigt en Carolien van der Plas niet. Maar wie moet de klus dan wel klaren? Het grootste draagvlak lijkt daarvoor Klaas Dijkhoff en Kim Putters te zijn. En dat blijkt dan uit een onderzoek van het nieuwspanel van RTL. Het wordt hier gekeken, een proefballon is opgelaten wie we als volgende premier acceptabel kunnen maken. Ja, en ook gekeken of dit systeem, wat de Britten al hebben geadopteerd, hè, van we kiezen en dan heb je het strikte stelsel en dan zet je de volgende af en dan heb je een interne
verdeling, want het is niet eens een kiezing tussen Kamerleden. Want we moeten af van een directe invloed van de burgers. Dus we gaan aanwijsplekken doen. Ja, we hadden sowieso daar weinig invloed op. Maar Kim Putters vind ik wel een hele enge optie. Dat is de man van de brede welvaart. Dus dat betekent dat straks iedereen arm is, maar toch heel blij. Omdat we allemaal samen goede dingen kunnen doen, zoals het klimaat redden en noem maar op. En dan krijg je een heel goed gevoel bij je insectenkoekje en je glaasje water. Ja, Hugo de Jonge die is een satirekanaal begonnen. Ik was verrast. Hij schijnt toch een gevoel voor humor te hebben. Hij tweet: vandaag is het de internationale dag tegen racisme en discriminatie. 1 op de 4 Nederlanders heeft wel eens te maken met discriminatie. Dat moet stoppen. Discriminatie kan je helpen bij het maken van een melding. Jouw verhaal kan het verschil maken. Meld het wel. Willem, als we even teruggaan naar de coronatijd. Hoeveel procent van de mensen werd geweerd uit het maatschappelijk leven? Konden niet meer naar bars, restaurants? Toch wel tegen zo'n 30%. Die wilde niet meedoen. Kijk, en in die zin is het natuurlijk goed dat Hugo dit hebt op zich genomen. Hij is namelijk de expert. Hij is ervaringsexpert. Hij heeft dat ingevoerd in Nederland. Hij mag erover. Oh, hadden de. Hey, daar komt bij de satire, komt hij nog een keer. Ja, dat komt nog een keer bij satire, inderdaad. Ja. Kamer in een debat over formatie Jetten. Elke D66 die plaatsneemt in Wilders 1 ontzeggen we het lidmaatschap. PVV, VVD, NSC en BBB kunnen volgens informateur Putters toch weer met z'n vieren aan de formatietafel. Vandaag gaat de Kamer over deze doorbraak in debat. Ja. Nou ja, het laat in ieder geval zien dat D66 een bijzonder antidemocratische partij is. En flirt steeds openlijker eigenlijk ervoor uitkomt. Wij zijn voor het fascisme, tegen Russen, van alles. Maar hoe lang zijn we al bezig met het zogenaamde formeren? Er is toch helemaal geen enkel gevoel dat hier serieus geprobeerd wordt om hier een kabinet tot stand te brengen. Dit is toch wat wij al zeiden. Dit wordt toch eindeloos geneuzel en dan weer niet. En dan iedere week komt er weer een nieuw spelletje. Kijk, als je een nieuw kabinet wil hebben, dan had je dat natuurlijk al lang. Maar, hierdoor blijft de schijn van democratie bestaan. Precies, en ondertussen kan dat zogenaamde demissionaire kabinet kan gewoon lekker doorgaan. Het ene wetsvoorstel naar het andere en de ene gekheid naar de andere komt er doorheen. En dan een NSC-Kamerlid Hertzberger. En die zegt nu stikstofmodellen worden verkeerd gebruikt. Want ze zegt dat in WNL op zondag de depositiewaarde om in de natuur te berekenen, die modellen, die worden verkeerd gebruikt in de praktijk. Het is wetenschappelijk heel slecht onderbouwd. En ook dit is weer typisch controlled opposition. Nou, want kijk, het is een onsje meer en onsje minder discussie. Want ze heeft gelijk hierin, ze worden verkeerd gebruikt. En wat ze ook zegt, van de waardes die worden gebruikt als kritische depositiewaarden, die vallen in de onzekerheidsmarge. Dus technisch klopt het allemaal wel. Maar dat is het gevaar van het NSC. Nee, maar daar zijn we al lang voorbij. Er is een machtsgreep gepleegd en we worden bezig gehouden met dit soort onnozele discussies. En het kabinet zoekt naar verbod naar andere wegen voor leveren F-35 onderdelen aan Israël, na het verbod dat het gerechtshof heeft ingesteld. Ja, dat is typisch ook voor deze tijd. Het is verboden, maar weet je wat, we gaan het toch doen. We gaan kijken of het dan via een andere weg wel kan. Maar het feit is toch gewoon dat het verboden is om te leveren. Maakt toch niet uit wat je daarvoor bedenkt, hoe je dat gaat doen. Als je dat dan bijvoorbeeld via Oekraïne gaat doen. Ik vind dat je dat weer heel principieel benadert. Nederland moet zich als schurkenstaat toch handhaven tussen grote of zwaargewichten als Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. En dan moet je gewoon om de wet heen. Dus het is moeilijk om te evenaren met andere grote schurken. En je wilt toch wel een beetje mee blijven spelen. Ruben Brekelmans. Even voor de duidelijkheid, wie is Ruben Brekelmans, Willem? Hij is Kamerlid van de VVD. Hij is heel erg voor oorlog. Dit is een van de grootste oorlogshitsers uit Nederland. En ja. Die taak die neemt hij heel serieus. Ja, en hij tweet tegenwoordig dus ook in het Engels, zodat ze vooral in het buitenland Ruben Brekelmans zijn meningen kunnen waarnemen, met zijn Oekraïne-vlaggetje erbij. En hij zegt, Nederland is heel erg ervoor om Russische bezittingen
te onteigenen om Oekraïne financieel te steunen. En de meerderheid van het Duitse parlement, maar liefst 98%, roept de regering op om hier een leidende rol in te spelen. Dus wat we gaan doen nu, we gaan... Dus niet het Duits, maar het Nederlands parlement. En dan zie je dat ook NSC, ook BBB, ook SP gewoon allemaal zeggen... ja, Nederland moet zich echt als schurkenstaat profileren. Wij moeten gewoon tegen alle internationale regels in wapens leveren aan conflictgebieden... en geld afpakken tegen de afspraken in. Ja, en wat zou er nou gebeuren als Poetin morgen zegt, weet je wat, we gaan alle bezittingen van Nederlanders in Rusland gaan we confisceren. En die gaan we gebruiken om tegen de oorlog met Oekraïne en het Westen. Wat denk je, even een inschatting, hoe zou dan het parlement reageren? Ja, dan beginnen ze natuurlijk weer over Navalny en Zelensky en dat Poetin voor het internationaal strafhof moet. 40 jaar economische groei niet bij de burger terechtkomen. Nou, dit is een heel belangrijk punt, Wil. Want we horen jaar na jaar dat we rijker zijn geworden en dat de economie gegroeid is. Maar in werkelijkheid voelt iedereen dat je, hè, waar je 40 jaar geleden met één inkomen twee keer per jaar vakantie kon, een huis kon kopen en gewoon zonder al te veel zorgen kon leven. Nou ja, dus 40 jaar later is dat uitgesloten. Je kan geen huis meer kopen, je kan niet meer rondkomen. Je moet twee inkomens om de eindjes aan elkaar te knopen. En de Senaat die steunt de wet seksuele misdrijven. Dat gaat dan over de Eerste Kamer, die wetsvoorstel van demissionair minister Jezilgus van Justitie en Veiligheid heeft ingestemd. Alleen de FVD-fractie die stemde tegen. Ja, dat is de enige fractie die snapt waar dit toe leidt, want dan gaan we naar de volgende. Ja, ik heb eventjes erbij gehaald, wat betekent dat dan? Nou, het eerste belangrijkste punt is seksueel contact hebben met iemand tegen zijn of haar wil. Je bent strafbaar als je weet of had moeten weten dat de ander niet wil. Dat is al strafbaar. En alleen maar als er bewijs is van dwang, geweld of bedreiging, dan kan dat leiden tot een zwaardere straf. Nou zou je in het eerste gezicht zou je denken, oh, dat is een goede zaak. Maar als je er heel eventjes iets verder over nadenkt, dan begrijp je dat het gevaarlijk wordt om seks te hebben. En het wordt, en niet alleen dat, het wordt nog gevaarlijker om met prostituees seks te hebben. Want... ja, je hoort natuurlijk te weten dat als iemand in de prostitutie zit, dan is dat natuurlijk gedwongen. Dan is dat tegen de wil. Dus je hoeft niet eens prostitutie zelf te gaan verbieden. Je hoeft alleen maar deze wet in te voeren. En zo kan je nog een hele hoop situaties. Bijvoorbeeld, je bent bij de aangeschoten, je belandt in bed. Ja, je had toch kunnen weten dat iemand die onder invloed van alcohol is, dat ze het eigenlijk niet gewild had. Want ze heeft de volgende dag een beetje spijt van de daden. Dan kom jij in de gevangenis. Dit is wat die wet betekent. Of zie jij dus je dat moet allemaal? Eerst een soort contract afsluiten. Ja, maar zelfs als je een contract afsluit, stel je bent dronken en je ondertekent dat met je dronken hoofd, dan kun je de volgende dag ook zeggen, ja, ik had dat helemaal niet willen tekenen. Want ik ben dronken. Nou, even voor de duidelijkheid, het is natuurlijk een hele rare doubleuren, want het is al strafbaar. Als je iemand verkracht, dan is het al strafbaar of aanrand. Dus wat voegt dit toe? Nou, het is een uitbreiding van dat artikel, want er is geen dwang, geweld of bedreiging meer nodig. En toch om toch strafbaar te zijn. Maar laten we even, waar gaat het eigenlijk over? We moeten geen seks meer hebben, want van seks schijnen ook af en toe kindertjes te kunnen ontstaan. En dat willen we natuurlijk niet. Dat is slecht voor het milieu, slecht voor het klimaat. Ja. Dus dat we het maar even allemaal weten. Oud-NCTV-chef Schoof werd gewaarschuwd dat burgers online volgen via nepaccounts waarschijnlijk niet mocht. Waarschijnlijk hè? Niet mocht. En dat blijkt uit interne documenten. En even wie is Schoof? Schoof is een van de vierkoppige, hoeveel koppen had het? Ja, in ieder geval Akerboom, Albersberg en Schoof en misschien nog Abels erbij. Dat zijn de mensen van de Algemene Bestuursdienst die altijd de Nationale Politie, AIVD, NCTV bemannen. En die spelen elkaar de bal toe. Zij regeren Nederland. En, alleen dat. Zij coördineren de machtsgreep, even voor de duidelijkheid. Ja, Schoof heeft het kennelijk ooit gevraagd aan toenmalig minister Opstelten van Justitie. Maar ja, die vraag die is kwijtgeraakt. Dus daarom die, staat er ja, geluid waarschijnlijk... weg, volgens mij. Willem. Sorry? Hoor je me?
Ja, praat eens. Ja, nou ja, dat waarschijnlijk slaat dus op dat het vragen om toestemming aan de toenmalig minister Opstelten, dat is kwijtgeraakt. Ja. En dit vond ik een hele interessante. Waarom zijn de taken van de NCTV nooit wettelijk verankerd? Hè? De juridische grondslag is sinds het ontstaan van de SCTP consequent onderwerp van gesprek en evaluatie. Politiek is niet voor een wettelijke verankering. Dan is er een stukje zwart gemaakt of grijs gemaakt. En dan zeggen ze algemeen. Anderzijds werd gemeend dat het instellingsbesluit voldoende baas voor de werkzaamheden van de NCTV of NCTB was dat destijds bood. Ja, waarom vind ik dat een hele belangrijke? Want de NCTV, net als het RIEK, die bevoegd. Het RIEK bestaat helemaal niet, hè? Dat is alleen maar een convenant. De NCTV heeft wel nog een instellingsbesluit. Maar waarom is dat? En ik zal je vertellen waarom. Kijk, de NCTV die heeft een coördinerende taak. Die vertelt eigenlijk wat andere bestuursorganen te doen hebben. En waaronder ook de rechtspraak. En dan zou je, als je dus hun taakomschrijving, als je hun bevoegdheid zou vastleggen, dan vallen alle andere bevoegdheden en de autonomie van alle andere bestuursorganen en diensten vallen weg. Want de NCTV zegt namelijk wat anderen te doen hebben. Dus dan krijg je een soort super bevoegdheid, ofwel, die zei, dan komt naar buiten dat zij Nederland Ja. regeren. Zij zijn de schaduwoverheid. En het staat er ook bijna, hè? Aan het einde tijdelijk in gaten te kunnen springen ten behoeve van de nationale veiligheid, zonder daarbij de indruk te wekken uit te zijn op structurele bevoegdheden en dus andermans taken. Dus het is bijna letterlijk zo inderdaad ingericht. Ja, En dat en tijdelijk, dat is natuurlijk permanent. ja, natuurlijk. En dat is bij de RIEK precies hetzelfde. Rellen steeds heftiger. De ME krijgt een nieuw uniform. Want 3000 agenten van de mobiele eenheid, die hebben dus een nieuw uniform krijgen die. Want de rellen worden afgelopen jaren steeds heftiger. Ja, Willem Boelen Steeds die rellen. heftiger, dan denk ik gelijk weer: oh ja, bullshit. Ja, Wordt geen enkel precies. feit aangeleverd. En het En mooie is dat al die protesten zo vreedzaam zijn gelopen, want dit staat in het protocol. Hè, ze moeten steeds militaristischer worden. En nu slaan ze een tang op een varken. Die kop die is al 5 jaar geleden verzonnen, waarschijnlijk. Omdat ze dachten: dan zijn er wel flinke rellen geweest, maar die zijn er niet geweest. Dus ze moeten nu als halve militairen op gaan treden tegen de eigen bevolking en het moet verkocht worden. ja, want dat is natuurlijk wel heftiger geworden. Hè? Het optreden van de politie tegen onschuldige burgers. Ik denk dat ze dat bedoelen. En Amsterdammers, die kennen geen vliegschaamte, schande Willem. Want ze 2 keer zoveel vluchten per jaar als gemiddelde Nederlanders. Ja, schandalig of niet? Nou, het laat in ieder geval zien dat men wel vindt dat de mens offers moet brengen, maar dan vooral de buurman, niet zij. Ja, weer een tweet van Pepijn van Houwelingen. De Tweede Kamer heeft de moties de regering opgedragen data voor onderzoek naar oversterfte tegen marginale kosten beschikbaar te stellen en integraal onderzoek naar oversterfte te doen. Antwoordt de regering zojuist, eerste kunnen en tweede willen we niet doen, bekijk het dus maar. En ja, dat past bij wat we net al zagen. De regering die laat zich niet controleren en die doet waar ze zin in heeft. Nou, ze Willem. zegt eigenlijk openlijk: ja, je kan wel zeggen dat we moord hebben gepleegd, maar wij hebben dat lijk opgeborgen in de kast en wij hebben de sleutel en die geven we jullie niet. Precies, even waar dit over ging. Het gaat over de CBS heeft de oversterftecijfers nu per maand gecategoriseerd in plaats van per week, zoals het gebruikelijk is. En niemand heeft enig idee waarom die verandering plaatsgevonden heeft of door wie. Nou, het is natuurlijk heel duidelijk, want anders zou je namelijk correlaties kunnen leggen. En dat is natuurlijk weer niet de bedoeling, want we willen natuurlijk niet weten waar de oversterfte echt vandaan komt.
En aan Hans van Tellingen, door klimaatverandering is het vaker droger en zien we eerder duinbranden, maar deze was wel uitzonderlijk vroeg. Dat was een krantenkop afgelopen week. En dan zegt hij heel terecht, maar lieve mensen, het heeft al 9 maanden lang geregend. En een andere kop, eerste duinbrand van het jaar in Wijk aan Zee, uitzonderlijk vroeg. Ja, de paniekkoppen zijn er natuurlijk weer, de zomer komt eraan. Dan komen we heel logisch bij energie en klimaat. Een derde van Gronings dorpje bezoekt dokter vanwege klachten windturbines. Ja, Dick Bijl, die staat op die foto en die is er ingedoken. En die ziet van, hey, dat NIVEL-onderzoek, dat claimt dat er geen negatieve klachten zijn, is helemaal geen onderzoek, maar een soort retrospectieve bij elkaar geraapte dataverzameling, waarbij er helemaal geen vragen zijn gesteld in die richting. Windmolens kwam helemaal niet voor in de questionnaires. Dus dit is weer een heel mooi voorbeeld van beleid proberen te stutten met een pseudo-wetenschappelijk rapport. En daar kwamen ze eigenlijk achter dat er juist wel heel veel meldingen waren. Dus het tegendeel is waar. Dus in de nabijheid van windparken wonen heeft effect, negatief effect op de gezondheid. Dus je hoeft in de krantenkopje hoef je alleen maar om te draaien om toch wel dicht bij de waarheid te komen. Hè? En Saudi Aramco, CEO Aramco is meen ik de grootste de petroleum of de oliemaatschappij van Saudi-Arabië, die zegt dat de energietransitie faalt. De wereld moet de fantasie verlaten dat we olie kunnen uitfaseren. Ja, we hebben laatst ook al een opmerking gehad van de sheik van Qatar, die zei hetzelfde. Die zei eigenlijk van we moeten realistisch zijn, het gaat nog heel lang duren. En deze CEO gaat een stapje verder. Dit was een meeting in Texas volgens mij. Hij zei van jongens, het gaat helemaal niet gebeuren. Geef het op, het is mislukt. En dat zeggen we ook wel een tijd. En ik denk dat de meeste mensen die hier nog even wat aan wilden verdienen en een surveillance systeem op wilden richten, dat niemand er serieus ooit in heeft geloofd. Dit is hoe de zero-emissiezone in Den Haag Centrum eruit gaat zien. Dus terwijl op het grotere politieke plaatje dit beleid, het klimaatbeleid, steeds verder afstand genomen wordt, gaan de steden in Nederland gewoon lekker door met het inrichten van emissievrije zones, die tot gevolg hebben dat de hele middenstand uitgeroeid wordt, dat mensen verarmd worden. En vooral ook dat als jij een elektromonteur of een loodgieter laat komen, die wordt waarschijnlijk 2 tot 3 keer zo duur, want die moet eerst een elektrisch busje aanschaffen voordat hij bij jouw toilet kan komen repareren. Dat is klap op de vuurpijl, dan gaan we naar de volgende. Ja, dit is Ulus, dit is de Ultra Low Emission Zones in Engeland. En daar blijkt dit is de 30 kilometer zone bijvoorbeeld in Amsterdam, is hetzelfde. Het blijkt dat je juist meer uitstoot genereert. Wie had dat nou kunnen denken, Jeroen? Ja, heel logisch natuurlijk, want je rijdt dan namelijk in je tweede versnelling meestal. En dan maak je motor juist meer toeren en verbrandt daardoor juist meer brandstof. Maar ja, weet je, gelukkig maakt CO2 niet uit, maar andere bestandsdelen zijn natuurlijk wel milieuvervuilend. Dus het leven wordt vooral veel minder prettig in de stad. Maar goed, laten we vooral die gemeenteraadsleden dat niet verwijten. Die hebben gewoon niet de denkcapaciteit om zoiets zelf te bedenken. En Tesla legt straf op. Trendwatcher Vincent Everts mag zijn autopilot niet meer gebruiken. Waarom niet? Hij had tijdens het rijden een paar keer zijn telefoon opgepakt. Te kijken of een berichtje binnenkwam of wat dan ook. Nou, dat mag dus niet van Elon Musk. Want de interne camera heeft je dan al een aantal keren op heterdaad betrapt en mag je een week lang geen gebruik maken van die autopilot feature. Ja, fijn dat er een camera aan de binnenkant zit van de auto. Dan weet je, dat behoedt je tenminste voor fouten die je anders wel misschien stiekem zou maken als je niet in de gaten gehouden zou worden. Ja, het is gewoon een digitale oppas. En kosten te hoog, woningcorporaties sluiten geen huizen meer aan op warmtenet. En dan gaat het over de Amsterdamse corporaties. En daarmee protesteren ze tegen de forse tariefverhogingen die Vattenfall dit jaar heeft doorgevoerd. Ja, het gaat niet zo lekker met het uitrollen en het CO2 neutraal maken van de woningen in Nederland.
Nee, ik denk dat het roven is begonnen. Van kijken wat we nog binnen kunnen halen, want over een paar jaar is dit afgelopen. Maar ondertussen gaat Shell, topman Wael Sawan, die gaat gewoon door. En de benzine gaat eruit bij de Shell-pompen. Ruim baan voor snelladers. Ja, Willem, ik denk dat Shell dus straks massaal genegeerd gaat worden. Want ik kan je één ding vertellen, ik rijd diesel. En als Shell geen diesel meer aanbiedt, dan zou ik toch naar een andere aanbieder moeten gaan. Is natuurlijk... Nee, maar dit is natuurlijk alleen maar propaganda. Dat doen ze helemaal niet in het echt. Ja, en daarbij nog één weetje. Kijk, is me uitgelegd dat die snelladers, hè, je ziet van die enorme batterij van snelladers langs de snelweg, maar die hebben meestal maar capaciteit om 3 auto's op volle capaciteit te laden. Op het moment dat er meer auto's bijkomen, wordt de laadtijd van alle auto's langer. En dus als je dat op een gegeven moment 10 auto's hebt staan, dan duurt dat 3 keer zo lang. Dat weten ook veel mensen niet. En nog meer elektrische auto's. De stroom in Utrecht is op. Laadpalen moeten uitgeschakeld. Heb je net je elektrische auto's gekocht? Heb je een laadpaal voor de deur? En wat denk je? Hij wordt uitgeschakeld. Dus de volgende dag toch weer lekker met de bus naar je werk. Of op de fiets natuurlijk. En de werelds grootste biomas houtpellet producent, die heeft de faillissement aangevraagd. En dat vind ik toch wel heel opvallend, Willem, want daar gaan miljarden aan subsidies in om. Hoe kan je dan in godsnaam failliet gaan? Heb jij daar een verklaring voor? Ja, ik denk dat die subsidies zijn teruggeschroefd en misschien is ook wel gewoon al het woud dat dichtbij is en dus lagere productie of transportkosten heeft, opgebrand. Want dit is natuurlijk het minst sustainable wat je maar kan bedenken. Ja, maar ze hebben gigantische schepen aangeschaft, speciaal daarvoor. En die halen oerbossen uit Canada, goed door de versnipperaar gehaald. Brengen ze op stookolie naar de Nederlandse biomassacentrale. Een supergoed plan. En mocht je iemand een bedankje willen sturen, Frans Timmermans, die ziet je kaartje. Dit is in Chapel Hill en ik denk dat in de Verenigde Staten dit hele sustainable plan al is losgelaten. En Spanje, wordt nerveus van de geoengineeringsplannen van Marokko, want die zijn dus druk bezig met allemaal cloud seeding. Logisch, ze hebben veel Sahara, veel woestijn. Maar wat ik het opvallende vind, is dat het steeds openlijker wordt toegegeven dat op zeer grote schaal er wordt geëxperimenteerd met wolken. Nou, en wolken hebben dus wel effect op het klimaat. Ja, en ook op ons humeur, hè? Clintel nieuwsbrief, filmpremière Climate. The Movie is een groot succes en de film is nu ook gratis online te zien. Willem, jij hebt hem al bekeken. Ik heb hem al bekeken. The Cold Truth, dat is ook wel de tweede titel. Hepper komt aan het woord. De voormalig oprichter van Greenpeace. En nog een paar anderen, waaronder de Nobelprijswinnaar. En ook Charlie Soon, volgens mij, die een heel goed interview had met Tucker Carlson. En allemaal vertellen ze van, jongens, het is één grote hoax. Het wordt heel goed uitgelegd in deze film. Dit is echt een must-see. Als je deze hebt gezien, dan ben je genezen van de klimaatmanie. Het bestaat niet. Het is 100% bedrog dat CO2 een catastrofale verwarming van de aarde veroorzaakt. Het is gewoon niet waar. En dan gaan we verder met propaganda en censuur. Ja, de CDC die heeft een nieuwe gezondheidsalarm uitgezonden over de mazelenvaccinatie. Ja. Ja, je moet dit zien. Dit is niet gericht naar mensen, ook niet naar medici. Nee, dit is gericht naar alle media. En we zullen dat laten zien. Nederland heeft het ook opgepikt. Heel de wereld moest in de hoogste versnelling gaan qua mazelen en prikpropaganda. Ja, we hebben het ook al veel over gehad. Hier zit een bredere agenda achter. Als we teruggaan naar begin 2020, de wetswijziging in Duitsland, dat ging ook over de mazelen. De verplichting in Duitsland voor medewerkers van kinderdagverblijven en kleuterscholen waren ook allemaal verplicht. En ik geloof zelfs ook op normaal onderwijs, allemaal moesten ze de mazelenprik.
Maar het is inderdaad een week van de prikpropaganda. Vaccinatiegraad in regio Rijnmond is laag. Het is wachten op een mazelenuitbraak. Ja, want als je je kinderen naar zo'n mazelenfeestje toe, dan is iedereen gelijk gevaccineerd. Dan zijn ze immuun voor het leven. Zo werkt dat. En al 4 baby's overleden door kinkhoest. RIVM maakt zich grote zorgen. Nou, ik zag een staartje voorbij komen. En dan blijkt dus dat er helemaal geen sprake is van een stijging van het aantal kinkhoestgevallen. Heb ik dat goed gezien? Ja, daar komen we zo nog op. Maar het grappige is, in het artikel staat ook, het is niet bekend of de moeders gevaccineerd waren. Dan denk ik, ja, voor wat doe je dit? En er is ook geen demografische informatie gegeven. Dus dit is een puur propagandistisch stukje. Ja, je zei het al, of tenminste, we hebben het al vaker gezegd. Zodra er baby's in het spel komen, let op, dan wordt het emotionele knopje gedrukt. Hè? Dat is propaganda. Dat is beïnvloed. Baby's is propaganda. Denk aan de couveuse baby's, waar er wel 50 uit werden getrokken, terwijl er maar 1 couveuse in Kuwait te bekennen was. De baby's van 7 oktober, waar nooit foto's van zijn gekomen, et cetera, et cetera. Mazelenpatiënten Eindhoven zijn flink ziek, maar niet in gevaar. Maar veel patiënten zijn inmiddels hersteld. En Sophie Hermans, de tassendrager van Rutte, ooit ambitieus begonnen. Zorgelijke berichten over kinderen met ziekte die we juist zo goed kunnen weren. Door je kind te laten vaccineren bescherm je niet alleen je eigen kind, maar ook andere kinderen die kwetsbaar zijn. Informeren en voorlichten is de eerste stap. We hebben dat eerder gehoord, dit soort verhalen. En dan zegt ze de eerste stap en daarna dient ze een wetsvoorstel in, die overigens is gesneuveld. Maar de drang naar de vaccinatieplicht, die is ingezet, want prikverplicht op de crash. En dan wordt er natuurlijk weer eventjes gepolst onder de prikfanatici. En dan blijkt het dat veel prikfanatici inderdaad een verplichting willen. 68% volgens dit artikel. Nou, dat hoort er altijd bij, dit soort polls. Als je mensen, als je het publiek wil overtuigen, dan wil je natuurlijk bij de meerderheid horen. Dan denk je, oh ja, ik vind dat ook eigenlijk wel zo. Ja, dat is onzin. En Rita Verdonk, die is compleet door de mand gevallen afgelopen week. En zij zegt, Rita, en dit is een tweet van Genis, ik hoop dat ik het goed uitspreek. Rita Verdonk wil onder dwang laten vaccineren. Dat gaat dus nog verder dan tijdens corona, waar het maximale werd geprobeerd met drang. Vastbinden die kindjes en de prik erin. Ik heb die uitspraak van haar gehoord. En ik moet zeggen, kennelijk is zij ook gevallen voor de priklobby. Ja, bijna allemaal. De levensgevaarlijke onzin van Doutze Kroes, Tim Douwsma en Moederhart. 4 baby's dood door kinkhoest. Daar hebben we de 4 baby's weer. Ja, dit is zulke vuige propaganda. Dit is Hitleresk, hè? Dus je pakt een paar mensen die zich kritisch hebben uitgelaten, maar die geen invloed hebben op het beleid. Het beleid heeft ervoor gezorgd, hè, alle dwang en bedrog over de coronaprikken heeft nu de algehele vaccinatiegraad verlaagt, of het vertrouwen in de medische stand verlaagt. En dan moet je niet de oorzaak aanpakken, maar moet je een zondebok aanwijzen. Ja, het gaat nog verder, hè? Bert voor leven getekend door polio. Niet vaccineren is kindermishandeling. Nou, niemand wil natuurlijk als kindermishandelaar door het leven. Dus hop, snel naar de GGD en snel je kind en jezelf laten prikken. Ja, de brutaliteit kent weer geen grenzen. Je dacht dat wij het gekste gezien hadden. Maar GGD's krijgen in het hele land meer vragen over BMR-vaccinatie. En dat is op het NOS-nieuws. En dat is sinds de mazelenuitbraak in de regio Eindhoven. En huisarts haalt uit naar havermelk-elite die kinderen niet laat vaccineren. Klaar met dat domme, zweverige gelul. Ik vond het een hele aparte kop, want volgens mij is juist die havermelk-elite, die is enorm voor met dat prikken. Dat zijn de mensen die ook voor het klimaat zijn en die tijdens de corona ook allemaal met die prik-symbooltjes op hun profiel. Ja, maar wacht even. Bernard Leenstra is een troll. Hè? Er wordt huisarts bijgezet, maar zijn hoofdberoep van internettroll staat er niet bij. Dus een bekende die gewoon maar met laster en smaad aan het smijten is. Je hebt helemaal gelijk. Hij snapt niet welke groep die nou eigenlijk moet aanpakken. Maar alles is bal.
Ja, een zoontje van Eindhovense Mirjam, ook die naam, Mirjam, goed. Werd goed ziek van de mazelen, had ik hem dit maar bespaard. En Willem, ik kan dat beamen, dat is ook echt heel erg. Ik kan me herinneren, dat ik kan me tot op de dag van vandaag herinneren dat ik de mazelen had. Toen moest ik gewoon thuis blijven, kreeg ik stripboekjes van mijn moeder. Moest ik een paar dagen stripboeken lezen. Het was echt verschrikkelijk. Ik kreeg overal een paar rode puntjes. Ja, je bent getekend voor het leven. Ja, het is echt, ik had mijn kinderen dat graag willen besparen. En wie zijn kind niet wil laten prikken, moet maar voelen. Wie het snapt mag het zeggen, nog geen 10 jaar geleden beschouwde medici mazelen als een uitroeibare ziekte. Maar de mazelen zijn terug van weg geweest en ook kinkhoest steekt overal de kop weer op. Ja, Willem. Ja, allemaal mensen die er wat van vinden, maar niks weten van farmaceutica of medische behandelingen, et cetera. Dus het is gewoon gewauwel dit. En vooral ook niks over de risico's. Hè? Dat ook een downside aan zit. En ook dat je, ook al word je geprikt, dat je het nog steeds kan krijgen. En noem maar op. Kijk, het vertrouwen in alle vaccinaties is eenvoudigweg verdwenen. En daar hebben ze de afgelopen 4 jaar keihard aan gewerkt. Om te zorgen dat iedereen die wel vertrouwen had, nu denkt, nou, laat ik het maar even overslaan. En Amanda's zoon, 17, die heeft long-covid. Hij ligt hele dagen in een donkere kamer. Dat moet ook weer eens benadrukken. Had hij zich nou laten prikken? Dat hij, nee, ook maar geen hij is dus wel geprikt. Hè? Dat staat volgens mij ook in het artikel. Oh, ook nog? Oh, wacht even. Ja, dus het is een hele opmerkelijke. Er wordt eigenlijk steeds meer toegegeven van ja, long-covid. Ja, prikschade bedoel. En Esra, die heeft post-COVID. Hè? Wacht even, we moeten even verschil maken tussen. En dit is een mooi voorbeeld, want kijk, het postviraal syndroom bestaat. Dat zagen we bij influenza. Ongeveer 1 op de 5 mensen die op de IC komt met een influenza-infectie. En meestal krijg je hebt nog allerlei andere oorzaken waarom je op de IC komt. Die houdt daar dus langdurige klachten aan over. Dat is precies hetzelfde bij corona, hè, want het is allebei de griep. Daar zit geen verschil tussen. Maar ik zie nu een opschuiving van, ja, maar we noemen het toch altijd al zo? Ja, en dan, kijk, dan is dat post-COVID, maar long-COVID, dat hebben we vorige week ook al behandeld, dat is een synoniem voor prikschade. Huh? En dan een tweet van Marijke Hogewerf. Ik zag laatst een kindje met kinkhoest, een baby nog, 1 jaar oud of zo. Helaas heeft ze het niet gehaald. Tekort zuurstof, hoesten hieldend op, mens onteren, terwijl het niet hoeft. Nou, weer zo'n propagandist. Die babytjes. En dan Harry Zandvliet die tweet: Zweden stopte met kinkhoestvaccinatie tussen 1979 tot 96 vanwege bijwerkingen. Japan idem. Als gevolg van bezorgdheid over veiligheid en werkzaamheid is er geen kinkhoestvaccin opgenomen in het vaccinatieprogramma in Zweden sinds 1979. Maar daar mogen we natuurlijk niet over spreken. Hè? Het gaat natuurlijk over het ene, dat babytje wat zo en hard hoeveel hoest. Hoeveel gaan er nou dood aan kinkhoest in Zweden? Oh, niet meer dan in Nederland. Ah. Ach. Dank ook aan Vrouwen voor Vrijheid, Willem Engel, Thierry Baudet, Jan Bonte en die andere propagandisten. En leuk, hè? Dan noemen ze jullie propagandisten. Maar ja, ik vind het heel bijzonder. Zijn deze mensen nou zo bezeten? Of krijgen ze gewoon goed betaald hiervoor? En opeens steken oude ziektes als kinkhoest en mazelen weer de kop op. Hoe kan dat? En wat valt er tegen te doen? Het RIVM maakt zich grote zorgen over de snelle stijging van het aantal baby's met kinkhoest, waaraan er sinds februari 4 overleden. Het zijn steeds weer die 4, hè? Eerst werd de hele Bijbelbelt getroffen, nu komen meldingen uit het hele land. Hoe zorgelijk is dit? En daar staat misschien een foto van mij bij, maar dan zeggen ze niet, het is mijn schuld, maar ze zeggen eigenlijk, het is mijn schuld. Maar volgens mij vragen ze je advies, hoor. Want ze zeggen, heb jij misschien een idee, Willem? Nou, kijk, dit zijn duidelijk wat er in de media gebeurt, zijn dog whistles. We hebben er nog een paar. Ja, en dan Norbert Dikkeboom, de veroordeelde opruier Willem Engel, raadt aan om niet te vaccineren tegen mazelen. Dat dit zelfs tot de dood kan leiden, interesseert de donatiebedelaar niets. Andermans dood dus is de tweede stap. Dus eerst krijgen we in de media wordt de suggestie gewekt, dan wordt de beschuldiging geuit en dan gaat het helemaal los. En dit vond ik een hele opmerkelijke. Het zijn allemaal dezelfde van je bloed aan je handen, joh.
En mijn vader komt er nog op, een oplichter, een donatie komt terug. En dan rechtsboven, dat is wel echt grappig. Kees van der Spek, het hulpje van Peter R. de Vries, die duidelijk minder getalenteerd was, die begon opeens op Instagram een hele discussie met mij. Ja, en die heeft me ook wel 3 keer beschuldigd van dat ik bloed aan mijn handen had. Maar ik vond het eigenlijk heel tragisch. Dit is echt iemand die ja, gewoon mentaal minder begaafd is. En dan natuurlijk Mark van Rans. Het is weer van stal gehaald. Hè? Ze halen ook alle oude koeien weer van stal. Een belediging voor de koe, maar goed. Er zijn 3 oplossingen om de opmars van mazelen te stoppen. Vaccinatie, vaccinatie, vaccinatie. Dat verbaast natuurlijk niet dat hij met deze oplossing 3 oplossingen komt. Nee. Maar ja, Mark is professioneel twitteraar, dat weten we inmiddels. En dan weer die Ruben van Galen, nogmaals, dat was van het CBS. Ja. Die kinderarts, als ik vraag waarom, zegt ze dat ze ergens gelezen hebben dat het niet goed is. Dat blijkt dan sociale media te zijn. Ze zien wetenschap als mening. Nou, dat ziet Ruben van Galen namelijk ook, wetenschap als mening. En ook statistiek. Nee, hij ziet het niet als mening, hij ziet het als middel om propaganda mee te bedrijven. Dat is net wat anders, Jeroen. Hij brengt ook statistiek als mening, volgens mij. Dus statistiek, daar heeft hij heel weinig kaas gegeten, hoor. En dan een tweet van Stijn. Toegegeven, als meneer en mevrouw Blommestein er in 1994 en 1995 voor gekozen hadden om Raisa niet te laten vaccineren tegen kinkt, hoest en mazelen, had dat anno 2024 waarschijnlijk een hoop ergernis geschild hier. En dit is het dehumaniseren. Hè? Dat is weer die tweede stap van het lowlifes en minderwaardig en geweld is misschien wel toegestaan. En deze vond ik ook grappig, want Koopmans is natuurlijk ook een van de experts die moet roepen vaccineren, vaccineren. Maar die geeft kritiek op Daniel van der Tuin. Dat zij, van ja, dat moet je nou benoemen dat ik bij die denktank desinformatie zit. Het is heel erg dat mensen niet meer willen vaccineren. Kunnen we even pauzeren om te ontmaskeren hoe ik iedereen voor de gek heb gehouden? Ja. Ja, en maar nog een keer Mario Koopmans in de rol als lid van de denktank. Het triest gesprek op het station. Stel dat dit dat zo te zien de langste tijd heeft gehad. Zij, dat is toch erg, 4 dode baby's. Hij, je gelooft MSM, er gaan veel meer baby's dood na vaccinatie. Ze probeerden met hem te praten, maar hij zat vol in de complotgedachten. Met dank aan de socials. Oh Marion Koopmans, ik ben blij dat je dit zo aan de orde stelt. Want die desinformatie, ik denk dat we daar echt iets aan moeten gaan doen, Willem. Denk je ook niet? Maar zij is toch wetenschapper? Dit soort triviale, oncontroleerbare verhaaltjes, ja, wat moeten we ermee? Kom met feiten, kom met onderzoeken of kom met iets substantieels. Maar dit is emo-tv. En we weten allemaal, ga terug naar Richard Taylor. Dit zijn allemaal recepten van Richard Taylor. Maak het emotioneel en dan gaat het denkvermogen keihard achteruit sterker. Je kan niet meer nadenken op het moment dat het bijvoorbeeld over dode babytjes gaat. En dan blijven we bij de dode babytjes. Afgelopen weken 4 baby's na ademschak snakkend gestorven. Waarom in godsnaam als we zulke veilige en effectieve vaccins hebben? Nou, dat komt van Roland Pierik van de Gezondheidsraad. Hij beoordeelt dus de toelating van of vaccins in het vaccinprogramma moeten komen. Maar ik ken hem vooral ook van, hij is al jaren bezig om te pushen, om te onderzoeken of je vaccinaties voor kinderen verplicht kan stellen. Hij heeft daar meerdere papers over geschreven. Dat is wel grappig, want hij weet dus niks van vaccinaties. Dat heeft hij ook wel eens toegegeven. Hij vindt het gewoon leuk. Hij is rechtsfilosoof, hè, geloof ik. Die doen het goed tegenwoordig in medische commissies, rechtsfilosofen. Maar hij is een lobbyist, net als veel anderen, voor de farmaceutische industrie. Waarom de vaccinatiegraad in Marokko veel hoger is dan in Nederland? Islam promoot juist vaccineren. Nou, dit is wel weer een nieuw level. Misschien wel de winnaar. Hè? Maar wat ik hier lees, van, oh kijk, ze hebben het echt gemunt op de
Marokkaanse Nederlander. Kijk, die is wel wat slimmer dan 99% prik, hoor. Het is gelogen. Het is helemaal gelogen, dat stukje. De vaccinatiegraad in Marokko is een stuk lager dan in Nederland. Sterker, onder allochtone mensen is sowieso de vaccinatiegraad veel lager. Want die hebben een gezonde, gezonde argwaan of een gezonde wantrouwen tegenover de overheid. Omdat zij hebben ervaring met corrupte overheden. Dus van huis uit vertrouwen ze de overheid niet. En Thomas van Groningen die tweet: de onjuiste uitspraken van Baudet en influencers over vaccins zijn de reden voor de dalende vaccinatiegraad, zegt staatssecretaris Van Ooyen. Hij wil dat artsen op sociale media tegengas gaan bieden en wil ze daarbij helpen. Maar volgens mij zijn ze al 4 jaar tegengas aan het geven tegen waarheid. Het is wel grappig, dus dit is de vlucht naar voren. Hè. Ze zijn ontmaskerd met het propagandamachine. Ze moeten nog rekenschap afleggen voor het hele COVID-debakel en het grote misdrijf daaromtrent. En dan komt deze kersverse ChristenUnie-staatssecretaris commentaar leveren op een Kamerlid. Maar dat kan toch helemaal niet, Jeroen? Nee, het is knettergek. Dat is niet zijn taak. En ik heb ook het filmpje gezien. Die man die zou gelijk weggestuurd moeten worden in normale tijden. Maar we zitten niet in normale tijden. We worden geregeerd door een regime. En een regime kan zich permitteren dit soort uitspraken te doen. 14 gevallen van mazelen in Eindhoven. Snel vaccinatieplicht, QR-codes, maatschappelijke uitsluiting. Hou even, wanneer was de laatste mazelenuitbraak ook alweer? In 2013, 2632 gevallen. Hoe hoog was de vaccinatiegraad toen? 92%, Willem. Dus dat vaccineren, dat helpt heel goed tegen mazelenuitbraken, of niet? Nou, het helpt heel goed voor de winst van farmaceuten. Een bericht van RTL Nieuws. Eerder stelde het RIVM dat de coronapandemie een mogelijke oorzaak van de huidige snelle verspreiding van kinkhoest is. In de tijd dat mensen minder contact hadden met elkaar, werd ook kinkhoest minder snel overgedragen en waren nauwelijks gevallen, waardoor de immuniteit ook afnam. Nou, dit is iets, Willem, daar is al vanaf het begin van de maatregelen, is hierdoor door deskundigen gewaarschuwd. Let op. Als je mensen uit elkaar houdt, dan raakt je immuunsysteem lui. Die wordt niet meer geprikkeld. En dat kan gevolgen hebben, dus als op een gegeven moment die maatregelen opgegeven worden, dat dit soort ziektes weer terugkomen. En voilà, wat zien we nu? Ze komen terug. Maar geeft het RIVM hier toe dat we natuurlijke infectie moeten krijgen om immuniteit te krijgen? Daar lijkt het dus wel op. Een gezonde ontwikkeling. Maar Johan Koopmans die retweet nu ook De Speld. En die ziet sowieso het verschil niet meer tussen haar eigen bericht en dat van De Speld. Volgens mij schrijft ze ook stiekem voor De Speld. Maar het bericht van De Speld is: het RIVM waarschuwt ongevaccineerde kinderen, jullie kunnen de tyfus krijgen. Ja, ik weet niet. Van De Speld was het een grapje, maar ik ben bang dat Koopmans het echt meent. Of denkt ze dat er ook al een vaccin tegen de tyfus is? Ja, misschien is die er ook al, hoor. Dat zou best kunnen. En Jonathan Crispijn van Ongehoord Nederland. Zit hij nog bij Ongehoord Nederland of is hij al weg? Nee, hij zit er nog. Zojuist op mijn hoofd geslagen bij een heel gewoon woningprotest in Rotterdam. Antifa-tuig was er blijkbaar ook ineens. Ik heb gelukkig geen letsel. Ik ga geen centimeter voor ze achteruit. Nooit niet. En dan zou je zeggen, iemand van Joodse afkomst, die journalist is, die bij de NPO werkt, hè? Dat is zijn werkgever. Ja, hier staan de kranten mee vol, Jeroen. Maar ik heb niks gezien. Nee, maar hij is van de verkeerde. Hij is van de verkeerde. Ja, anders had natuurlijk al lang de coördinator antisemitisme en noem maar op. Het CD en wat hebben we nog allemaal voor? Centraal Joods Overleg, de NCAB. Ja, maar die blijven nu stil, want het is een verkeerde Joods. Hè? Ja, dat is een verkeerde Joods, inderdaad. Foutie. Arenda Haasnoot, die tweet: vanochtend werd een Molotov-cocktail op de Israëlische ambassade in Den Haag gegooid. Opperrabijn Jacobs is niet verbaasd. Dit is het gevolg van indoctrinatie en ophitsing. Komende zaterdag is het Purim. In de Bijbel lezen we het verhaal van Esther, die moest opstaan tegen Haman, die de vernietiging had gepland van het Joodse volk. Nou, bla bla bla. Bla bla bla. Waar gaat dit over? Nu staat de media er wel vol mee. Er schijnt een brandend object, een Molotov-cocktail, naar de Israëlische ambassade te zijn gegooid. Ik denk, maar misschien is dat een complotgedachte, dat
georganiseerd is, misschien wel door de Mossad of een andere dienst. Nou, want opperrabijn Jacobs is niet verbaasd. En ik denk dat dat niet gelogen is. Nee, maar ik denk gewoon dat de projector van de NCTV kapot was. Hè? Want ze hadden normaal gesproken deden ze het altijd met een diaprojector. Maar die is waarschijnlijk kapot. Dus ze dachten, laten we maar een brandend object daar gooien. Dan kunnen we misschien toch nog al die geplande tweets naar buiten gooien. En dan Sydney Smeets, de ik geloof die is bekend van het kindergroomen. FVD's trash dat zonder enig bewijs voor het eigen verdienmodel de meest gestoorde complotonzin verspreidt over pedonetwerken in Oekraïne. Terwijl in werkelijkheid gewoon is vastgesteld dat juist hun broodheer Poetin kinderen naar Rusland ontvoert. Iedere aanval is een bekentenis. Willem, hoe haal je het in je hoofd? Nou, die laatste is misschien wel een enige reflectie. Moment of vermogen van Sydney. Maar jij dacht, en ik sluit me daarbij aan, dat hij misschien wel bang is dat die pedonetwerken worden opgerold in Oekraïne. Want dan moet hij het weer doen met zijn eigen sms'jes. Ja, dan zal zijn supply gewoon op kunnen drogen. Dan moet hij weer gaan groomen op sociale netwerken. En dat is zo riskant, weet je. Net nu die weer kans maakt. Of zat hij al in de kamer? Deze? Nee, toch niet, hè? Nog niet. Misschien komt dat nog wel. Dus Sydney, ik hoop dat voorlopig dat je niet weer je grief op sociale media moet gaan vinden. Een artikel in Trouw. Moederliefde is geen vrouwelijk instinct, maar een opgelegd rolpatroon. En dan zien we daar een enorm bizarre foto van een man met een baard en een pruik en een jurk aan. De absurditeit kent geen grenzen, Willem. Ja. Nee, maar dat zie je ook bij dieren. Die gaan eerst debatteren over wie welke rol krijgt. Oh ja, ja, spreken we af. Weet je, wie krijgt er dit keer een kind? Dit is een tweet van Ian Miles Chong. En die zegt, de politie in Nederland, die heeft de Nederlandse comedian, hoe zeg je dat? Conferencier of comediant, ja. Mediant Hans Theeuwen een persoonlijk bezoek aan huis gebracht, omdat hij grapjes gemaakt had over de burgemeester van Amsterdam. Welkom door het nieuwe normaal, maar er is een debunk op. En dan staat erbij, de politie die heeft hem bezocht, omdat er een wapenachtig voorwerp gezien was in een satirische video die eerder gepost was. Ja, is dat een debunk? Ja, er wordt net gedaan alsof die inval niet voor dat satirefilmpje was. Maar dat is natuurlijk onzin. Maar wat je wel ziet is dus dat de NCTV of andere diensten hele zalen vol met mensen heeft zitten. Die alleen nog maar op Twitter die posts aan het beoordelen zijn. Ik zie ze overal gelijk verschijnen. Ook onder prikkritische tweets en noem maar op. Die hadden we net al gehad volgens mij. Ja, gaan we naar de volgende. Want hij is echt on a roll. Ja, de energie. Op zijn satirekanaal plaatste hij namelijk ook nog een keer. De energierekening moet omlaag door straat voor straat. In plaats van huis voor huis te werken, gaat verduurzaming sneller, goedkoper en ontzorgen we bewoners. Ja, waar hebben we dat eerder gehoord van hem, hè? Sloper, weet je, het maakt ook niet meer uit. Ik kan me heel goed voorstellen dat hij echt zichzelf in een deuk lacht. Dit is puur satire natuurlijk. DPG wordt met RTL Nederland een enorme datamacht. Het kan bepalen wie de verkiezingen wint, Willem. Ja, ze hebben dus heel veel gebruikersdata en ze gaan ze steeds meer als een soort Google opstellen. En de overheid probeert deze dappere coronadokter de mond te snoeren middels een showproces. Of voor wie hebben we het hier? Ja, Charles Hof. We hebben hem ook eens een keer in de uitzending gehad. Een Canadees arts. En dit zien we overal. Hè. Tussen 4 en 15 maart had hij allemaal zittingen van het Medisch Tuchtcollege. In Nederland hebben we nu een paar overwinningen gehad. Maar wereldwijd gaat het nog steeds door. Verliezen nog steeds artsen hun medische vergunning. En dan gaan we naar de oude hoed. Peuter overlijdt aan bofvirus in BMR-vaccin. En dat is een bericht van 31 juli 2017. Ja, daar horen we namelijk niemand over. Ook de Marion Koopmanses niet, de Van Ransjes, de Pierikjes. Die hebben het alleen maar over die 4 dode baby's. Maar een peuter die overlijdt aan een vaccin.
Daar horen we ze niet over. En minister Bruno Bruins is de eerste die een verbeterde griepshot kreeg. Ja, dat is waar dit over gaat, ja. Er zijn nog steeds, want dit is kort op of tijdens de event 201, dat die griepcijfers opeens weg waren vanaf maart 2020 tot 2022. Dat blijft een mysterie en er zijn steeds meer stemmen die zeggen van ja, maar die quadrivalente, dus dat was de eerste keer dat er met vier stammen tegelijkertijd werd geïnjecteerd, want BMR is dus bof, mazelen, rode hond. Het is bekend dat zo die combipriks extra kans op complicaties geven. Dat zou hier ook zomaar eens geweest kunnen zijn. Dus is dit niet gewoon de oorzaak geweest van de epidemie die we in februari hadden? Hè? Want we hadden in februari 2020 een influenza-golf. Ja. Dus nog even weer teruggaan naar 2021. We kunnen het niet. Dit mag natuurlijk nooit vergeten worden. En zeker, ik ontmoette hier in Paraguay een. Ja, zij was gepensioneerd al, hij nog niet. Hij werkte met jongeren in een tehuis voor jongeren. En hij is gevlucht naar Paraguay. Hij was helemaal klaar met Duitsland. Nadat hij gezien heeft wat ze in die tehuizen met die kinderen gedaan hebben. Nou ja, op scholen in Duitsland was het niet anders. Als we even kijken wat voor regels ze en wat ze met die kinderen op die scholen gedaan hebben. Hè, als je dit alleen even ziet, dit waren de regels, die kregen ze mee naar huis. Om even te weten wat de regels op school zouden zijn. Hè. De maskerplicht, er moest maandag en donderdag getest worden. Er worden op schriftelijk verzoek van de ouders worden testresultaten uitgeschreven die 60 uur geldig zijn. Het schoolplein mocht pas 10 minuten voor het begin betreden worden. De ingangs- en toegangsdeuren blijven geopend. Er moet minimaal 1,5 meter afstand gehouden worden. Er moeten desinfectiemiddelen moeten gebruikt worden voor het binnengaan. Tijdens de pauze ook al die regels. Het gaat maar door. Weet je? En ze mochten elkaar geen hand geven. Ze mochten elkaar niet omarmen. Ze mochten. En dan ook bij de bushalte hetzelfde. In de mensa tijdens het eten. Knettergek wat we met die kinderen hebben gedaan. En het is nauwelijks 3 jaar geleden dit. Hè, dat we ja, en dan vonden mensen het toen extreem dat wij dit kindermishandeling noemden. En nu kijk je er natuurlijk. Natuurlijk is het kindermishandeling. Dit hou je toch niet in je hoofd? Internationaal. Biden reageert geschokt op speech Donald Trump. Hij koestert geweld. Willem, waar gaat het over? Ja, in een speech had Trump het over de auto-industrie, dat met de economie zoals die nu gaat, dat er een bloedbad bij de auto-industrie zou ontstaan. Maar Biden, die is natuurlijk slechthorend en niet meer bij de tijd. Of misschien zijn PR-bureau dacht van, oh, bloedbad, dat gaan we uitbuiten. En we zeggen, Trump roept op tot geweld. Ja, dat zien we overal. Hè? Ook in mijn zaak komen we zo nog over te spreken. Het is opzichtig en kinderlijk. Ja, het is bijna niet te geloven dat ze dit aandurven op deze manier. En een tweet van Taylor Hudak. Ja, opmerkelijk. Het lijkt erop, en het is nog niet helemaal bevestigd, maar dat de Verenigde Staten Assange een plea deal wil aanbieden, waardoor die schuld bekent. En dan kan die weer vrijkomen, want waarschijnlijk wordt hij dan berecht in Australië, krijgt een strafje, wordt hij berecht in de VS, mag die strafje uitzitten in Australië, wordt hij daar vrijgelaten, maar dan is hij wel schuldig en dan zijn ze van het verhaal af. Ja, dat denk ik ook. Kijk, het laatste wat men wil, is dat hij overlijdt in gevangenschap, want dan heb je namelijk een martelaar. En dat is het laatste wat ze kunnen gebruiken. Kijk, Assange is gesloopt. Hij is een wrak van een mens nog. En als hij nog veel langer blijft zitten, gaat hij dat niet overleven. Dus ik kan me voorstellen, de taak is volbracht. En we moeten nu van hem af. En illegale immigranten, die mogen wapens dragen volgens de federale rechters. Ja, dit is toch wel zorgwekkend. Hè? Er werd al gezinspeeld op van, hey, wat doen al die migranten? Waarom zijn ze allemaal man en van militaire leeftijd?
Toen werd er gezegd, ze moeten snel kunnen stemmen en ze moeten ook lid kunnen worden van de politie en het leger. En nu wordt er gezegd dat ze ook wapens kunnen dragen. Ja, dat werkt natuurlijk wel complottheorie in de hand, Jeroen. Het is knettergek. Het is, als je het 4 jaar geleden gezegd had, dan was je in een gelijk in een inrichting opgenomen. En de vrouw die voor het congres werkte na januari 6 toch nog een keer vervolgd voor het binnendringen in het Capitool. En, ja, waar gaat dit over? Dit is een medewerker van een congreslid, Republikeins natuurlijk. En ze heeft een hele following op social media. En ondanks dat januari 6 verhaal al is omgevallen, blijven ze ermee doorgaan. En dit is ook een typisch iets wat we zien. In Nederland is dat een beetje 21 juni en 28 juni. Onze demonstraties in elke rechtszaak als een preambule worden toegevoegd. En January 6 is dat in de Verenigde Staten, net zoals 8 januari dat is in Brazilië. En een tweet van Whitney Webb, de directeur van Shanahan's Foundation, die is tegelijk ook deel van de Open Philanthropy. En die hebben de event 201 gefinancierd. Hè? Dat is de simulatie van de pandemie. En wat blijkt nu John F. Kennedy, Robert Kennedy Jr., die maakt haar als running mate, Willem. Hoe bestaat dit? Ja, dat is opmerkelijk. En ik denk dat we gewoon eerlijk moeten zijn. Democratie is een illusie. Alle kandidaten, ook Trump, ook Kennedy, die hebben rafelrandjes. En die hebben interest groups. Je kan niet aan de top komen als je niet meedoet aan de corruptie. Ja. Wat is dit? Ja, ook weer opmerkelijk. Er is een rechtszaak tegen Pfizer gestart. Pfizer heeft zich eerst op het standpunt gesteld van ja, maar we hebben dat met medeweten van de overheid gedaan. Dus wij kunnen daar niet voor worden aangesproken. En nu wordt er gevraagd om deze zaak te seponeren. Keir Starmer die stuurt Labour-kandidaten naar, hoe zeg je dat, om instructies van Israël te ontvangen voordat ze zelfs nog maar gekozen worden. En hier is het bewijs. Ja, Willem. Kijk. En het mooie hiervan is, zijn een paar dingen. Ten eerste, de Israël-lobby is verschrikkelijk machtig, want de twee grote imperialisten, Verenigd Koninkrijk en Verenigde Staten, daar kan je eigenlijk niet een hoge positie krijgen als je niet goed bent met Israël. Andere landen is dat niet heel anders. Maar het andere is, dit groomen door lobbygroepen, want Israël is niet de enige lobbygroep, hè? Het World Economic Forum is een voorbeeld. Dus heel veel mensen die worden daar al naartoe gestuurd en klaargestoomd om die publieke functie in te nemen. En dat sausje van de verkiezingen, ja, dat is alleen nog maar voor de vorm. Ja, in Nederland natuurlijk hetzelfde. Wilders is een bekend voorbeeld. Die is daar jarenlang zelfs geweest. Maar ook je Zielkes, noem op. Die Kamerleden die worden uitgenodigd voor een Israëlreis om daar dus beïnvloed te worden en kennelijk instructies te krijgen over hoe ze zich te gedragen hebben als ze inderdaad Kamerlid zijn. En Israëlische premier Netanyahu die houdt vast aan een grondoffensief ondanks internationale druk. En dat is ook nadat de Duitse bondskanselier Olaf Scholz kritiek geuit heeft over het hoge aantal slachtoffers door Israëlische aanvallen. Ja, hele stevige kritiek. Hij heeft tegen Netanyahu gezegd, kan je dat wat minder doen? Ja, maar het is duidelijk waar het naartoe gaat. Ze blijven de Gaza kapot maken en om empathie en tegenbeweging in de rest van de wereld te creëren. En zometeen zijn de overlevenden van Gaza, die krijgen als prijs dat ze het overleefd hebben, al die bombardementen, mogen zij naar Canada, VS of Europa komen. Dit is het scenario, Gaza moet leeg en dan is het doel bereikt. En dit is nog een mooier. Wat is dit, Willem? Ja, dus de Oxford and Human Rights Watch, die slaan alarm, want die vinden dat de verzekering die Israël aan de
wapenleveranties van de Verenigde Staten heeft gegeven, dat die niet geloofwaardig zijn. Nou, ik denk dat ze in dit geval wel gelijk hebben. Waarschijnlijk hebben ze gezegd, maar we gaan hier geen burgers mee doden hoor. Nee, doen we niet. Nee, terwijl je iedere dag op de televisie ziet waar ze... Of televisie. Nou ja, daar kunnen we ook nog wat over zeggen. Vergis je niet, hè? Want beide kanten zijn volop bezig met een informatieoorlog. Ja. Poetin wint Russische presidentsverkiezingen met overweldigende meerderheid. En Scholz, die heeft besloten om Poetin niet te feliciteren met zijn verkiezingsoverwinning. Het is een normaal gebruik dat als iemand anders de verkiezing ergens een verkiezing wint of dat... Maar dit is zo kinderachtig. Je moet dadelijk met elkaar aan de onderhandelingstafel. Het hele Westen zet zichzelf toch gewoon voor lul en daarmee buitenspel. En troepen op de grond, de scenario's van de militaire scenario's zichtbaar gemaakt. Ja, het komt van de Franse televisie. En het is duidelijk, er wordt toegewerkt naar grondtroepen, om grondtroepen te sturen naar Oekraïne. We zagen net ook al Willem-Alexander, dat ging dan nog wel over het trainen van Oekraïense recruten. Maar heel Europa zien we dat we toch langzaam klaargestoomd worden, Willem. Wat denk jij? Ja, ik ben bang dat het echt gaat gebeuren. Het is knettergek, maar ze hebben geen narratieven meer over. Het COVID-verhaal is omgevallen, het klimaatverhaal is omgevallen. Niemand wil mee in de voedseltransitie. Het CBDC en het WHO-verdrag zijn... geïdentificeerd als machtsgrepen, dan maar oorlog. En Oostenrijk blijft vasthouden aan neutraliteit in Oekraïne-crisis. En dat zegt de minister van Buitenlandse Zaken, Alexander Schallenberg. Maar het blijft zo bizar, alsof dit een daad is. Hè? Dit zou de norm moeten zijn. Iedereen zou in principe neutraal moeten zijn. Ja. En Christian Lindner wil belastingen verlagen, maar alleen maar voor buitenlanders. En dat is minister van Financiën in Duitsland. Ja, wat is de reden daarachter? Hij wil nog meer buitenlanders naar Duitsland lokken om daar al die de vacatures op te vullen. En hij hoopt ze dus te lokken als jij als buitenlander nog lagere belastingen krijgt dan Duitsland. Duitsland is een van de landen met de hoogste belastingtarieven in de wereld op dit moment. Hè. Geen land die mensen zo ver uitperst als in Duitsland. Maar dit is natuurlijk weer een nieuwe poging om tweespal te drijven in de samenleving. En we gaan open en bloot, ga je gewoon zeggen, nou weet je wat, als je buitenlander bent, hoef je minder loonbelasting te betalen als je hier komt. En dit was een verrassende deze week, of eigenlijk niet. Het bevestigt wat men al wist. Ook het RKI, net als het OMT, die werd politiek gestuurd, Willem. En zij moesten het gevaar voor corona onder politieke druk, moesten ze dat hoger schetsen dan het was. En wat was nou de bedoeling? Ze moesten dus zeggen, is het matig of hoog het gevaar? En dat moest in maart 2020, was het van belang dat het hoog was. Want dan konden ze namelijk verdere maatregelen nemen. En zo blijkt. Overigens zijn zojuist de verslagen van de RKI vrijgegeven. Dus een enorm bestand, die zijn te downloaden. We hebben ze ook zojuist gedownload, dat moeten ze nog even gaan doorkijken. Het schijnt er heel veel zwart gemaakt te zijn, maar in ieder geval zijn ze er. Even bij het OMT zijn we er nog lang niet dat die vrijgegeven wordt. Dus het is wel opvallend dat ze in Duitsland nu wel beschikbaar zijn. En het bevestigt wat we allemaal al wisten, het zijn politieke, instructies, het is een sausje van wetenschap eroverheen gesmeerd. Ja. Ik weet nog dat we in 2020 was dat, denk ik. Toen lekte er dus een stuk van het ministerie van Gezondheid uit. En er was dan een heel gedoe over of het wel echt zou zijn. Maar dit soort dingen zijn dus inderdaad gelekt. Ook toen was het al zichtbaar. Ja, dat ging volgens mij, hoe noemden ze dat ook weer, het alarmpapier of zo, hoe ze paniek zouden gaan zaaien in de samenleving om iedereen bang te maken. Hè? Dat was...
Dat was inderdaad toen al beschikbaar. Maar het laat zien wat wij constant gezegd hebben al die jaren. Het zijn een stel clowns die daar boodschappen doorgeven van de politiek. Alleen maar om een wetenschappelijke rechtvaardiging te geven. En Gravis neemt vanaf meteen geen contant geld meer aan. Dan gaat het over 40 filialen van een winkelketen. Die verkopen kennelijk computers en andere producten. Maar je kan daar dus niet meer met bankbiljetten of munten betalen. Kom, want nu kan je helemaal niet meer betalen daar. Ze zijn namelijk failliet. Ze zijn nu failliet, inderdaad. En een geldstraf voor soldaat die weigerde de coronavaccinatie te nemen, die was in eerste aanleg was hij vrijgesproken. En nu, hij weigerde zich in 2022 tegen corona te laten injecteren, wegens angst voor de bijwerkingen. En nu moet hij €4.000 boete betalen, hoewel dus in de vorige instantie vrijgesproken. Je ziet, ze gaan door. Hè? Fascisme zit heel diep in de rechtspraak. Hè? We moeten ze waarschijnlijk allemaal ontslaan en de rechtspraak opnieuw opbouwen. Dit is niet meer te redden. Nou, de rechtspraak, we hebben het vaker gezegd, de rechtspraak is de hoofddader. Ik vind ze nog een belangrijke dader dan de politici zelf, want dat zijn sowieso clowns. Als Poetin aanvalt, dan is elke derde Duitser bereid om naar het wapen te grijpen om het land te verdedigen. En dat zou dan blijken uit een poll of een enquête van Focus Online. Ja, ik vind het volkomen ongeloofwaardig, want ik geloof niet dat er heel veel mensen zijn die bereid zijn om überhaupt voor Duitsland nog te vechten. Nee, maar dit is de geesten rijp maken. Hè? Dat bedoel ik. Hè? We hadden het er net al over. Dit is waar we naartoe gaan. En zodra ze klaar zijn met dit vaccins pushen en daar weer angst over maken, dan zal dit waarschijnlijk het onderwerp worden waar we volop losgaan. En dan mag u uw zonen en dochters alvast de koffers in laten pakken, zodat ze straks op de trein naar Oekraïne kunnen gaan, om daar door de gehaktmolen gedraaid te worden, net zoals honderdduizenden anderen in de Oekraïne al voor zijn gegaan. En dit is een leuke. De bond die heeft sinds 2020 maar 200 woningen opgeleverd. Want de bond, en daar hebben we het over de bond, dat is de Bondsrepubliek, hè, dus niet de individuele landen, die wilden de huurmarkt verlichten door duizenden woningen te gaan bouwen. Want er zijn 600.000 woningen tekort. En waar doet men dat nou aan denken? En dat zie je in al die landen, want Hugo de Jonge die zei hetzelfde. Je zag hem nog staan met zijn bouwhelm op en dan staat hij op een bouwplaats en we gaan gewoon 1 miljoen woningen bouwen de komende 10 jaar. Nou, er is niets van terechtgekomen, sterker. Er zijn juist veel minder woningen gebouwd. Het moet de indruk geven dat er woningen gebouwd worden, maar die hebben we helemaal kennelijk niet nodig, Willem. Die indruk krijg ik een beetje. Waarom niet? Alles moet gesloopt. En de AfD in Sachsen, die staat al op 34% in de peilingen. En de stoplichtcoalitie die nu aan de macht is, die is nog nooit zo laag hebben ze gestaan als nu. Ja, ik ben benieuwd wat er gaat gebeuren, want er gaat echt een verschuiving plaatsvinden. Maar goed, ook daar Willem, het is maar afwachten wat de AfD gaat doen als zij inderdaad aan de macht zouden komen. We zien Zweden, we zien Slowakije, we zien Italië, Nederland. Het geeft niet de omslag die we zouden willen. Daar ben ik ook bang voor. Dit is een van de, hoe noem je dat, de bedrijfsraad van Wurt. Wurt is een hele grote onderneming in Duitsland. Die leveren schroeven en pluggen en weet ik wat allemaal. Enorm bedrijf. En die heeft nu naar al zijn werknemers hebben ze een brief gestuurd waarin ze waarschuwen niet voor de AfD te stemmen. Want mensen die tegen de migratie ophitsen en alleen maar het nationale benadrukken, die zijn schadelijk voor de ondernemers. Die zijn ook schadelijk voor Duitsland als ondernemingsstandort, hoe noem je dat, vestigingsplaats. Het is wel ouderwets, hè, dat de baas van de fabriek Ja, uitdeelt en daarmee je stemmen koopt.
Maar er is nog meer, want ook die klimaatverandering, die wordt gewoon door die rechtsextremisten van de AfD ontkend. En dat is een echte bedreiging. He, want we moeten het probleem gewoon erkennen en we moeten oplossingen daar samen voor en moeten we daarvoor oplossingen gaan bedenken. En dat kost het heel veel geld en noem maar op. En dat zijn we aan onze kinderen verschuldigd, Willem. Maar dit is het jacht van de baas van Words. Dit is de Vibrant Curiosity, 85 meter lang jacht van miljardair Reinhold Wirth. En hij kan 285.000 liter diesel in zijn tank hebben en op 100 kilometer heb je 2.700 liter verbruikt. Zeg maar 1.000 ton CO2 blaast hij dan in de lucht. Maar hij waarschuwt zijn personeel wel vooral de juiste partij te kiezen, zodat we het klimaatprobleem kunnen aanpakken, zodat we allemaal een steentje kunnen bijdragen aan het oplossen van de klimaatverwarming. En een auto die heb je helemaal niet meer nodig, Willem. Want als jij in Eindhoven, of ja, dit gaat dan natuurlijk over Duitsland. Hè? Als jij in Bremen woont en je woont en je werkt in Hannover 200 kilometer verder, dan kun je gewoon met je fiets voor 8.500 een zitbankfiets. Kan ook iemand van 100 kilometer kan er mee rijden. En het is een mooi alternatief voor een auto. Hè? Want de meeste mensen in Duitsland die hebben een auto echt nodig, omdat ze vaak op grote afstanden wonen en werken. En over Macron, en dat is Edgars Rinkevic. En hij zegt, ik ondersteun... Van Litouwen. Ik ondersteun Emmanuel Macron volledig. We moeten niet de rode lijn voor onszelf trekken, maar we moeten rode lijnen voor Rusland trekken. En we moeten niet bang zijn om die af te dwingen. Oekraïne moet winnen en Rusland moet verslagen worden. Nou, dat is nog eens flinke taal, dat we samen al onze kinderen naartoe kunnen sturen. Dat is geen rode lijn, want rode lijnen bestaan alleen maar voor Rusland. Latvia, dat is Letland trouwens, maar de Baltische Staten. En die zijn ook lekker opgehitst. Ja, wat ik me niet goed voor kan stellen, die Baltische Staten, dan heb je Polen, Slowakije, Hongarije, Roemenië. Dat wordt dan de battleground als NAVO per se wil. Dus dit zijn echte total idiots. Nou ja, total idiots, kijk. Oekraïne zijn een paar generaties uitgeroeid. Kijk, en als je dan die lijn verder trekt, dan kom je inderdaad bij Polen, Baltische Staten en zo. En als het daarop is, Willem, ja, dan zullen we toch onze kinderen moeten gaan sturen. Dan krijgen we in ieder geval die depopulatie een beetje op gang. En weer een tweet van Ruben Brekelmans. Niet alleen Poetin, maar ook Lukashenko is een oorlogscrimineel. En Lukashenko is president van Belarus, Wit-Rusland. Wat moet je met zulke Kamerleden, zulke rabiate maniakken die letterlijk oorlog aan het zoeken zijn met andere landen, Jeroen? Ja, het is alleen nog maar, vroeger was je progressief als je voor vrede was, hè? Ja, maar we zien wel een poll dat inmiddels Polen eerst positief over de EU waren, bijna 80%, en nu nog maar iets meer dan 60%. Dus dat poll-exit, dat gaat eraan komen. Ja, en ik denk dat als je overal in de EU op dit moment dit soort peilingen doet, ik denk dat de meerderheid zegt, ze opgesodemieterd met die hele EU, laten we er gewoon gelijk uitstappen en dan ook gelijk uit andere internationale organisaties. Ik had een bericht op de NOS, heel belangrijk. De Braziliaanse oud-president Bolsonaro die wordt aangeklaagd voor het zoemelen met een vaccinatiebewijs. Ja, je moet toch iets hebben op een gegeven moment om iemand te vervolgen, zou je denken, toch? Maar hoe knettergek. Want de huidige president, die daar met pure fraude is gekomen, die zat in de gevangenis voor grootschalige fraude. Die hebben ze er alleen maar uitgehaald om Bolsonaro weg te krijgen. Ja, hij is waarschijnlijk geschorst om even president te worden. Hij mag de rest van zijn straf vast gaan uitzitten als hij weer president af is. Ja. Maar wat dat laat zien is dat ze nooit zullen opgeven om alle mensen die dwars hebben gelegen te vervolgen. Dit zijn totale psychopaten die deze coup drijven. Daarom kunnen we niet opgeven. Er is geen middle ground. Er is geen ach zand erover.
Nee, dat merken we zelf natuurlijk ook, Willem. Maar jij wordt vervolgd. En wij merken dat ook hier in Duitsland. Bijvoorbeeld, ik ben 3 maanden geleden vrijgesproken. Er is nog niets van onze financiële middelen vrijgegeven. Sterker, de Belastingdienst probeert weer nieuwe middelen te bedenken om zo meteen, als het vrijgegeven wordt, gelijk weer een beslag te leggen. En nee, wij moeten financieel tot op de bodem afgebroken worden en wij mogen niks meer bezitten, want we zijn stout geweest, want we hebben namelijk gebruik gemaakt van onze vrijheid van meningsuiting. Bij juridisch, dan laten we daar nog een paar voorbeelden van zien, maar het is heel goed om te realiseren dat de laag die zich heeft verzet, nu in stilte wordt verkruimeld, want dan pas gaat de volgende fase van de coup in. Ja. Wat is dit wel in Spanje? Ja, dit gaat over die mondkapjesdeal. Het Koldo-dossier. In Spanje is die nog veel sappiger dan in Nederland. Maar ook hier zie je de PSOE, dus zeg maar de PvdA, die wil wel parlementaire enquête doen, maar die willen ze wel zelf leiden. En daar zijn Partido Popular en Vox het niet mee eens. Dus ja, daar is dan weer een geschil over. En dit gaat volgens mij over de bakshish of het smeergeld dat is betaald. Want Koldo is één dossier, maar Spanje heeft er meerdere. Air Europa heeft tegen de regels in heel veel steun gekregen. En die hebben toen volgens mij weer de vrouw van de huidige president of premier hebben ze betaald. Maar dat moet je niet zien als corruptie. Dat is normaal. Nee, maar als je een vaccinatiebewijs vervalst, ja, dan word je natuurlijk wel vervolgd. Hè? Ja. En de Canarische eilanden, ja, die maakt het nog bonter. Die heeft gewoon met valse facturen voor 1,3 miljoen aan mondkapjes gekocht. Zouden ze contact hebben gehad met Zundert? Hoe heette dat plof-BV ook alweer? Ja, Slufter BV. Ja, die hebben natuurlijk voor miljoenen hebben ze aan valsheid in geschriften gepleegd met factuur. Maar dat is normaal. Maar ja, moet jij dat eens een keertje doen in jouw boekhouding? Dus kijken wat er dan gebeurt. En wat is dit? Ja, ook opmerkelijk. De permanente leden, de NATO-leden die ook in de Veiligheidsraad zitten van de Verenigde Naties, de UN Security Council, die willen niet dat het bombardement al in 1999 op Joegoslavië wordt herzien. En dat snap ik, want dat was de start, dat was het pionieringsproject van Endless War en van het vernietigen van landen van de NAVO. Ja, maar als je dat terugkijkt, hè, net als corona er nu waanzinnig uitziet, als je ziet hoe waanzinnig het was dat je toen in Belgrado, meen ik, op wat voor manier dat gebombardeerd is door de NAVO. Hè, dat wij daar toegekeken hebben, waar gewoon een massamoord op die bevolking gepleegd, op de Servische bevolking gepleegd werd. En Australië die heeft een overeenkomst getekend met het WEF om alle grote banken te sluiten en over te gaan op hun cashloze samenleving. Wat een verrassing. Ik meen dat het een complottheorie was. Maar het wordt nu toch werkelijkheid. En daarmee zijn we aangekomen bij Agenda 2030. En we hebben vorige keer al gezegd dat in Nepal hebben ze de digitale ID ingevoerd. Maar nu krijg je als je geboren wordt in Nepal, krijg je gelijk bij de geboorte krijg je een digitale ID toegewezen. En niet alleen in Nepal, ook op de Filipijnen en de Cayman-eilanden. Daar worden dus kinderen wat is dat, 4 jaar oud of jonger, die kunnen nu registreren in het nieuwe digitale ID-systeem. En dat heet dan de Philippine Identification System. En in Cayman-eiland, daar is het laatste kwartaal van 2024, om dus ook die digitale ID uit te geven voor volwassenen en kinderen van alle leeftijden. Dus het wordt wereldwijd, zit men dat uit te rollen. En een poll in de Telegraaf. Uitslag van de stelling, gedram van de anti-vleeslobby. En dan gaat het over dat supermarktketen Jumbo stopt met het aanbieden van goedkoop vlees.
En dat 82% wijst dat fel af. Hè? Laat de consument zelf de keuzes maken en hou op met het gedrag. Daar komt ja, en dat is wel mooi, want het gaat over de portemonnee van de Nederlander. En het is natuurlijk prima als je buurman offers brengt voor een beter milieu, maar mag jou niks kosten. Het positieve vind ik dat het gedram dus echt het tegengestelde effect heeft. Men moet het niet. Ja, nou dat, ik heb hetzelfde. Ik was vroeger, had ik misschien 1 keer, 2 keer in de maand, had ik vlees. Maar ja, sinds ik het niet meer mag, ik eet nu bijna iedere dag steak. Dus, en ja, de Canarische eilanden weer, dat diegenen die niet van toerisme leven, maar van agrarische industrie of koeien hebben, het is niet meer te betalen om koeien te houden daar. Hè? Dus dat is de agenda die doorrolt. Je mag geen vee meer hebben, je mag geen vleesproductie meer hebben. Een telefoonprovider Odido is beboet voor ongeoorloofde gegevensverwerking. Ze hebben een boete gekregen van 175.000 omdat gegevens van miljoenen klanten met een G4-abonnement willen analyseren voor het CBS. En medewerkers hadden van het CBS hadden toegang tot niet-anonieme gegevens, waarop onder tijdstippen van telefoongesprekken en locatiegegevens van bellers. Wat zit hierachter, Willem? Nou, dit is wel mooi, want ze hebben dus een overheidsproject gedraaid. En dan denk je, ze is een betrouwbare partner. Maar nee, dan wordt dus Odido beboet voor het overtreden van de AVG door het CBS. Maar wat hierachter zit, is het onder controle brengen van dit soort providers. Zodat ze altijd in de pas lopen en dat ze op elk moment toegang geven om te tappen of andere persoonsgegevens. Een beetje wat de DSA doet bij de meeste techbedrijven. En een internetstoring in Afrika, en dat duurt nu al weken, duurt al zeker 5 weken, en dan hebben we het over landen in West- en Centraal-Afrika. En die onderzeese kabels zouden zijn beschadigd en moeten worden gerepareerd. En dat zegt de National Communications Authority in Ghana, die de reparatie coördineert. Let op, hè. Ghana is echt een WEF. Dat is een land die loopt voor in de agenda. En het probleem dit doet mij denken aan een soort uitproberen. Wat gebeurt er als we het internet eventjes uitzetten bij een maatschappij? Ja, daar ziet het wel naar uit. En vooral omdat het dan bij... En dat ze van tevoren weten dat het nog zeker 5 weken gaat duren. Nou, het lijkt mij onwaarschijnlijk. En inderdaad, wat gebeurt er? En dat is straks misschien voor de andere werelddelen ook een idee. En Canada's open banking die plaveit de weg naar een nationaal sociaal creditsysteem. Ja, dus Willem. Dat gaat betalen met apps. WeChat is het volgens mij in China. En zo zijn er nog wat banken en landen die dat hebben ingevoerd. Canada gaat het ook doen. En crypto bevriezen is nu toegestaan in de EU dankzij strengere regels. De aanval op crypto is geopend. Hè. We hebben al eerder gezien dat de bemiddelingsbedrijven, die platforms, dat die een Know Your Customer onderzoek moeten doen vanaf 1000 euro. Ja, maar nu kan er dus ook beslag gelegd worden. Het kan natuurlijk nooit op bijvoorbeeld Bitcoin zelf, maar dat kan dus alleen maar onder die platforms. Gemeenten willen gezichtsscan bij een nieuwe paspoort. En natuurlijk, waarom? Om identiteitsfraude tegen te gaan. Want die vingerafdrukken, dat is waarschijnlijk niet genoeg. Hè? Op dit moment moet je al vingerafdrukken geven. Dus, dus de gemeentes gaan gezichtsscanners gebruiken. En iemand die dan een paspoort of rijbewijs aanvraagt, moet dus voor zo'n scanner gaan staan. Ik denk eerder dat het te maken heeft met dat we van iedereen in een database gezichten moeten hebben, zodat die gezichtsherkenningssoftware jou netjes kan herkennen als je ergens loopt, zodat je precies te traceren bent en zodat we precies weten of je wel niet ergens bent waar je niet mag zijn straks met het social credit system. Dat kunnen we natuurlijk niet hebben. Dus dat is voor onze eigen veiligheid dat dit gebeurt, of niet, Willem? Ja, zeker voor onze eigen veiligheid. En hoe generatieve artificial intelligence wetenschap en academisch onwetenschappelijk onderzoek ruïneert. Ja, ik heb hier een hele bijdrage over gezien. Ik vind het echt schokkend. Hè? In de toekomst zal AI werkelijk alles op, ze noemen dat internet 2, alles wat je daar vindt en ziet,
En wat getoond wordt door AI geproduceerd. Dat betekent AI gaat de realiteit vormgeven. Zij gaan bepalen wat de realiteit is. En dat is een van de grootste operaties om mind control te hebben. En om precies mensen te bepalen wat ze weten, wat ze doen en hoe hun mening gevormd wordt. De voorgeschreven werkelijkheid die door de programmeur elke dag kan veranderen. Maar dit is heel beangstigend. Dat gebeurt nu al op grote schaal. Maar dit is heel beangstigend. Dit is de toekomst. Komen we bij juridisch. Ja, Willem Engel staat terecht voor negeren demonstratieverbod. Willem. Ja, ze hebben een foto gebruikt uit de zwaar beveiligde zaal in Rotterdam. Dat is een beetje mijn vaste stek. Maar deze was in Den Haag. Die is ook opgenomen. Staat bij Podcast Online nu. Wat ik opvallend vind is dat veel kranten openden met negeren demonstratieverbod. Het werd een beetje gedownplayed, maar wel aandacht. Alleen, er staat er nog wel van, is ook aangeklaagd voor opruiming. Maar eerst was het heel erg andersom. Hij heeft opgeruid via Facebook. Ik zie hier iets in, Jeroen. Ze willen van deze zaak af aan de ene kant. Ja. Wat denk jij? Dat denk ik ook, want opruiming is natuurlijk een hele andere, van een andere orde. Dat is echt een strafbaar feit. En volgens mij is negeren van het demonstratieverbod is een overtreding van de WOM. En dan heb je het echt over een hele andere categorie strafbaar feit, of niet? Absoluut. Dan gaan we naar de volgende. Want het idee, ten eerste heb ik niet opgeroepen en dat is ook door iedereen zo begrepen, behalve door de officier van justitie, maar niet op dat moment, maar op het moment dat ze iets moest onderbouwen voor het gebiedsverbod. Het is een heel erg duidelijk en bij elkaar geraapt vervalst dossier weer, zoals gewoonlijk zou ik zeggen bij het OM. Maar ik zou hebben opgeroepen tot artikel 53 van het wetboek van strafvordering. En de gedachte is kennelijk, maar daar komen we zo op, dat het oproepen tot een artikel in het wetboek een associatie meebrengt, waardoor mensen denken, dan moet ik dat ook gaan uitvoeren bij een politieagent. Maar een politieagent zal zich verzetten en daardoor wordt het dus gewelddadig. Dus het is oproepen tot geweld tegen het openbaar gezag. Je moet er een paar stapjes voor maken in gedachten, hoor. Nou, kijk, jou wordt verweten toen jij, even voor de context, jij was ingesloten met een hele groep mensen door politiemensen. En dat was onrechtmatig, zei je op dat moment. En jij stelde de vraag, is dit nou een situatie waar je burgerarrest kan toepassen? En burgerarrest ik stelde niet eens die vraag zo van, ja, maar dan zouden we dus misschien wel burgerarrest moeten toepassen, toch? En want dit is, we zijn niet gevorderd en we worden gegijzeld. En dat is artikel 53. En artikel 53, Willem, dit is een hele terechte vraag, want het is vastgesteld in een andere rechtszaak, dat het inderdaad een gijzeling was. Want die politie en gijzeling is een strafbaar feit waar tot 8 jaar gevangenisstraf op staat. Dus jouw vraag was heel legitiem. Alleen maar je vroeg het jezelf af. En dit artikel maakte ook geen verschil tussen burgers of misdrijven door politieagenten bijvoorbeeld. Kijk, en een burger die geeft ook weerstand als je die gaat aanhouden en je betrapt hem op heterdaad. Dus hoe is dat dan oproepen tot geweld, terwijl jij, zelfs als jij die oproep gedaan zou hebben, hoe is dat dan opruiing? Want je maakt dus gebruik van, je betrapt die agenten op heterdaad, op een strafbaar feit. Nee, daar wil ik nog een kleine nuancering in maken. Ik heb natuurlijk op 11 september, dus een kleine maand voor dit voorval, heb ik het uitgebreid met Dennis Spaanstra, oud-rechercheur, heb ik het over dit onderwerp gehad. Dus het was ook een verwijzing hier naartoe terug. Het gaat bij een burgerarrest dat het heterdaad moet zijn. Dus het oproepen om het te gaan doen kan niet. Nee, maar goed, het was heterdaad, want het was op dat moment. Dat bedoel ik, ja. Ja, want er komt er nog bij. Ik ben nu in een voortdurend delict, noemde de officier van justitie het gisteren. Dus ik ben nog steeds kennelijk aan het opruien. Daarnaast zei ze nog iets interessants. Volgens een bepaald arrest is het vasthouden van iemand na 7 minuten gijzeling. En het filmpje duurde 13 minuten. Dus inderdaad, dat klopt. Dat kunnen wij bevestigen. Er stonden er een paar. Ik heb niet het hele requisitoor. Het staat inmiddels op de website. Maar ik dacht, ik haal er een paar aan om te laten zien wat de richting is van dit document.
En de verdachte voedt dit gedachtegoed bewust en roept bewust op tot een antidemocratische houding richting de overheid en haar instituties. Zoals ook tegen de politie. Ja. Het gaat dus om gedachtegoed. Niet alleen dat, Willem. Je bent zojuist, wordt jouw democratische recht om te demonstreren, wordt verkracht door de politie. En dan ben jij het die een antidemocratische houding richting de overheid en de instituties veroorzaakt. Ja, maar dat tweede legt het natuurlijk uit. Ten aanzien van de overtreding, artikel 11 van de WOM, geldt dat verdachte blijk heeft gegeven van gebrek aan respect voor het openbaar gezag en algemeen belang heeft geschaad, dat bevoegd gegeven bevelen moeten worden opgevolgd. Bevelen is bevel, Jeroen. Precies. Dus al word je bevolen om de Joden op de trein te zetten, je komt gewoon voor de rechter als je bevel niet opvoert, want het gezag... Kijk, en daar maken ze een grote vergissing. Respect en gezag moet je verdienen. Op het moment dat jouw democratische rechten verkracht worden, is het niet een respect of een gebrek aan gezag, want dat gezag hebben ze op dat moment niet. Het meest ironisch is nog dat ik alle vorderingen heb opgevolgd. Ook dat nog een keer. Dat, en dat maakt het zo'n bizarre zaak van, maar ik heb helemaal niet tegengewerkt. Ik heb me niet verzet. Ik heb alle vorderingen uitgevoerd. Maar ik had moeten begrijpen dat ik helemaal niet had mogen demonstreren. En dat ik helemaal niet naar Den Haag had moeten komen. Ja, en je hebt gericht opgeroepen tot ondermijning van het openbaar gezag. Maar wacht even. Je werd toch beschuldigd van opruiing. En is oproepen tot ondermijning van het openbaar gezag, waar in het wetboek van strafrecht staat er? Want dat is een nieuw artikel. Ik ken dat nog niet. Ja, dat is artikel 1 van het wetboek, nieuwe grondwet van de NCTV. Oké. Maar er is nog meer. Ja, ik heb er een paar dingetjes. Het is een waanzinnig document, maar ik dacht, ik haal de leukste eruit. Het gaat toch over 21 juni 2020. Het blijft ze zo dwars zitten, Jeroen, dat wij het in ons botte hoofd hebben gehaald om een demonstratie geïnspireerd door liefde te organiseren. Hoe konden we dat doen? Daarmee hebben we de Nederlandse rechtsstaat onherstelbaar ondermijnd, ben ik bang. Maar we hebben hem niet georganiseerd, want het werd verboden. Dus wij hebben toen een demonstratie online georganiseerd en mensen opgeroepen om een bloem neer te leggen bij het lokale stadhuis. Wie wel de demonstratie heeft georganiseerd, dat was Remkes. En dat was vanaf 2:30. Het staat nog steeds gewoon online. Dus ik denk dat het OM een beetje in de war is. Maar heel veel dingen lijken veel meer op projectie. Ja, en dan komen we weer. Er is geen politieke sturing en de NCTV, maar we halen toch nog even het document van het dreigingsbeeld van de NCTV erbij. En dit tweede stukje, ik heb hem al vaker aangehaald, hier gaat het over. Het oprekken tot het oneindig breed is en dus de vrijheid van meningsuiting niet meer bestaat. Want, zegt het OM, opruien is het bij anderen opwekken van de gedachte aan het plegen van een strafbaar feit. Maar Jeroen, is dan niet elke film waar een schot wordt gelost opruiing? Nou, veel breder. Alles kan natuurlijk een gedachte aan een strafbaar feit. Stel je voor, je bent een mooie dame. Dan kan je zomaar bij iemand een strafbaar gedachte aan het plegen van een strafbaar feit, om je te vergrijpen aan een mooie dame. Ik noem maar iets absurds. Maar dit is wel zo absurd. Het trachten bij anderen de mening te vestigen dat dit feit wenselijk of noodzakelijk is en het opwekken van het verlangen om dit feit te bewerkstelligen. Waar haal je dit soort apenkool vandaan? En dat komt natuurlijk uit een vonnis, dus het is apenkool. Daarnaast is het van belang om preventief een signaal af te geven, zodat ook andere burgers zich realiseren. Hoewel er ruimte moet zijn om ook je mening te uiten, er zijn grenzen aan en zichtbaar maken waar deze harde grenzen liggen. Dus mensen, je mag wel je mening uiten, maar je mag niet demonstreren. En die mening mag je natuurlijk ook niet openbaar uiten. Hè? Dat is hij wel moet vooral niet kritisch zijn op het gezag. Hè? Dat is eigenlijk, die vrijheid van meningsuiting is niet bedoeld om het gezag ter discussie te stellen. Dus beperk je bij demonstraties tot het klimaat, tot racisme bijvoorbeeld, of noem maar op. Palestina dat soort dingen. Mag ook, LHBTI, maar dan hebben we het wel gehad hoor. Ja.
Maar niet alleen jij. Ook Gert van Mol, eigenaar van website Het Scheld, is strafrechtelijk veroordeeld. Want dan gaat het over een satirische website. Die is ook alweer veroordeeld. En dit is in België. En deze, vorige week hebben we het over Dries van Langehoven gehad. Maar deze was een week daarvoor. En daar zie je een trend. Iedereen die zich uitspreekt, die moet op het hakblok. En dit is het vernietigen van de vrijheid van meningsuiting. Dus de les is, satire is voorbehouden aan mensen als Hugo de Jong. Die mogen satire doen, anderen natuurlijk niet. Duitsland weert Oostenrijkse extremisten die beruchte AfD-bijeenkomst bij. Wat zijn we toch gezegend met zo'n dit is nieuws. Zo smerig, hè? 2 dagen geleden, op de NOS. Dan halen ze die bijeenkomst, de Potsdam-conferentie aan, die correctief naar buiten heeft gebracht, waar ze hebben gelogen over dat er over deportaties van buitenlanders werd gesproken, terwijl er alleen maar is gesproken over hoe gaan we om met uitgeprocedeerde asielzoekers. Ik denk dat het een hele legitieme discussie is. Maar de NOS blijft natuurlijk vuil spuien en propaganda verkondigen. Knettergek. En tegelijkertijd, dan gaan we naar de volgende. Ja, Nederland kan niks doen tegen kopstuk terreurorganisatie. Want die kan niet geweigerd worden. Het is een schande. Dat is een schande. Maar als je David Icke bent en je komt bij een vredesdemonstratie spreken, ja, dan kan je natuurlijk uit 27 landen van de Europese Unie gewoon voor 2 jaar lang geweigerd worden. Maar als jij echt opruit of een lid bent van een terroristische organisatie, ja, dan weten ze niet hoe ze dat nou kunnen voorkomen, Willem. Precies, dus die polarisatie is heel erg gewenst. Mensen die kritiek hebben op de macht, dat zijn de extremisten. Maar mensen die racisme, of dat kan allemaal. Maar goed, is wel een iets ander punt hierin, dat moet ik wel even zeggen. Deze meneer heeft in België een verblijfsvergunning. Dus op zich is het wel legitiem. Ik bedoel, legitiem in zoverre. Het is, ja en nee, want die Oostenrijker, die mag Duitsland niet binnen. Nee, precies. Daar heb je een punt. En daarbij komt natuurlijk, als het inderdaad als het een gevaar is voor de openbare orde, zijn er natuurlijk altijd nog middelen. En die hebben ze ook toegepast, zo vaak ze dat maar willen. Dus het is natuurlijk de vraag of hij inderdaad iets strafbaars heeft gedaan. Want we weten kranten polariseren. Ja, deze is ook interessant. Wat is dit? Ja, jouw broer Jan Engel, die heeft, omdat je weet, wellicht onder vuur van de belastingdienst, die probeert werkelijk elke cent die we hebben, proberen ze ons afhandig te maken. Elk bezit wat we hebben wordt afgepakt. En hij denkt, ik ga toch maar eens even bij de Field inzage vragen in mijn politiegegevens. Nou, want wij denken dus dat de Field een coördinerende rol heeft gehad, hè, met Duitsland en noem maar op, om dus mensen te ontnemen, dus als hoofd van de roversbende. Ja, en zin, daar gaat het eigenlijk over. Hè? Want hier wordt, dit doen wij om het belang van voorkoming, de opsporing, het onderzoek en de vervolging van strafbare feiten, of de ten uitvoering van straffen niet te schaden. Dus ze geven hiermee toe, ja, want we willen de gegevens. We zijn nog steeds bezig. We zijn nog steeds bezig, ja. Er is geen juridische grondslag, er is ook geen verdenking, maar we blijven wel bezig. En we laten dus niet zien wat we hebben. En ik denk dat het een beerput is wat daar in het dossier zit. Maar Duitsland is een grote klap voor ze geweest. Ze hadden gedacht hun klus af te kunnen maken. Ja, ze wurmen zich in alle bochten. En onze advocaten hebben nog nooit zoiets meegemaakt wat bij ons gebeurt. Hè? 3 maanden later nog steeds een strafrechtelijke beslag niet opgeven. Mijn dossiers nog niet teruggegeven van voortdurend. De andere dingen die ze in beslag hebben genomen. Het is alsof er geen zaak is geweest. Ik heb net de besluiten gehad op onze bezwaren. Ik heb 120 pagina's bezwaar ingediend. Echt heel gefundeerd, juridisch onderbouwd. Ik heb een kletskoekverhaal teruggekregen. Ze hebben ze er even snel van afgemaakt om maar het bezwaar te kunnen afwijzen, zodat we weer naar de volgende instantie moeten. Nee, men is nog lang niet klaar met ons, maar het is niet politiek gestuurd. Dus er zijn geen aanwijzingen van politieke sturing, zegt ze in bezwaar. En er is ook geen aanwijzing van coördinatie met Nederland. Dat is hun niet bekend. Hè. Ze zeggen niet dat het niet zo is. Het is hun niet bekend. Ja. Right. Maar Peter Gillis, kijk, ik heb heel vaak geprobeerd om Peter Gillis erop te wijzen van let op, jij bent in de gehaktmolen van het Riek. En zij gaan door
totdat je ze alle parken van je gesloten en alles van je afgepakt hebben. Ik heb nooit een reactie gehad, maar kennelijk is het wel doorgedrongen. Want ik zag in een filmpje van Peter Gillis uitlegt en zijn advocaat dat hij inderdaad op het hakblok van het riet ligt. En dat afgesproken was, hij moest strafrechtelijk veroordeeld worden, omdat dan de vergunningen ingetrokken kunnen worden. Nou, dat is typisch riekwerk. Dus ik vind het fijn dat hij in ieder geval dat wel ter kennis heeft genomen en dat hij er ook wat mee doet. Ruim 2000 boetes voor weigeraarsvaccinaties in Noord-Rijn-Westfalen. Dat past natuurlijk bij het propagandaverhaal. Wij moeten natuurlijk ook daar naartoe. En straks moeten wij ook allemaal boetes krijgen als je je kinderen weigert te vaccineren tegen mazelen. En dat is die wet waar we het al over gehad hebben. Dus dat Duitsland is dat er al lang door. En de rechtbank Utrecht vernietigt IGJ-boete van 3000 euro. Die was opgelegd aan arts Alexander van Walraven voor het uitschrijven van 27 COVID-recepten, 15 keer ivermectine en 12 keer HCQ. Willem, ik wil hier voordat jij reageert even één verhaal nog vertellen. Er zijn kennissen van mij uit Duitsland zijn aangekomen in Asunción. En zijn vrouw ligt al 3 dagen doodziek op bed. 39 graden koorts. Ze hebben een huisarts erbij laten komen. De eigenaar van het hotel heeft zijn huisarts laten komen. De eerste vraag die hij haar stelde, wat was zijn de eerste vraag? Ik bied je de mogelijkheid om te raden. Nou, ik denk dat die huisarts vraagt van, ben je geprikt? Ja, dat was zijn vraag. Ben je geprikt? En toen zei ze, nee, ik ben niet geprikt. En de tweede vraag was, ik wil toch je bloed onderzoeken of er spikes in je bloed zitten, want het kan ook door shedding komen. En het vervolgende wat hij zei, ik schrijf je ivermectine voor, je moet de komende 4 dagen iedere dag 2 tabletten ivermectine nemen. Ja, dit kan natuurlijk een toevaltreffer zijn, maar ik heb het idee dat in Paraguay toch een hoop gaande is en dat men hier echt een stuk verder is dan in Nederland. Maar jij ging hier even op reageren. Nou ja, dit is de tweede. Hè. We hebben vorige week de vrijspraak van de IGJ, de zaak tegen Alexander Rogge. Nick Rogge. En nu is Alexander van Walraven ook vrijgesproken. Ja, dit lijkt definitief gewonnen. En dat is op de basis van het artikel 68. Dus dat het niet vaststaat welk protocol en als je het overleg hebt gevolgd, et cetera, et cetera. Goed nieuws. Ongetwijfeld zullen er meer aanvallen volgen, maar dit is wel een echte overwinning. In ieder geval is het in de volgende keer is het toch moeilijker om alle artsen te verbieden om zelf hun artselijke eed na te leven. En je hebt aangifte gedaan tegen Heike Veldman en Rob Jette. Willem, waarom? Ja, Rob Jette was een beetje een verrassing, maar ik ben toen gaan nakijken en ze hebben het echt samen gepleegd. Waar gaat het nou over? Het artikel 177 volgens mij en 363. Dat is passieve en actieve omkoping van ambtenaren. Kamerleden zijn nog steeds ambtenaren. En het gaat over het volgende. Die motie die door lid Veldman is ingediend en mede ingediend door Rob Jette, over dat er allerlei regels opzij moesten worden gezet om het mogelijk te maken om klinische onderzoeken uit te voeren aangaande, en dan hebben we het vooral over Janssen en Astra, dus de GMO's, de DNA-prikjes. Uiteindelijk kwamen we erachter dat de bacterie-gemaakte mRNA natuurlijk ook GMO's zijn. Dus deze maakte al die prikjes mogelijk. Maar als we dan kijken naar degene waar het dan met name over gaat, is de fase 1. Die begon in Oxford, dus dat is waar Astra ontwikkeld werd, op 20 maart. Maar dat werd pas op 27 maart gepubliceerd. Alleen deze leden van de Kamer, die hadden op 26 maart al kennelijk een lijstje van de farmaceutische industrie meegekregen van dit moet je inbrengen, want dan kunnen we het gaan verkopen. En daarna is natuurlijk dat fameuze Vaccine Alliance gestart,
met Nederland, Duitsland, Frankrijk en Italië, waar er voor een paar miljard aan deze dosis is gekocht, toen het ook nog maar pas in fase 2 zat. En dit is allemaal natuurlijk onder de paraplu van het corruptieonderzoek naar von der Leyen. En dan gaat het echt over 50 of 100 miljard euro, waar steeds meer landen bij aanschakelen. En ik dacht, laat ik mijn steentje ook bijdragen. Dit is hoe de corruptie gaat. Dus die Kamerleden die vertegenwoordigen je helemaal niet. Die hebben een direct lijntje met de farmaceutische industrie. Die krijgen bestellijstjes mee en die dienen dat in. Ik heb overigens dit punt, deze motie, ook al in de dagvaarding tegen de vaccinaties destijds, heb ik uitgebreid besproken. Want het viel mij, namelijk, ik vond het zo'n opvallende, vooral met die ontkenning dat het ging om GMO of gentherapie. Vond ik dat een hele opvallende destijds. Komen we bij medisch. Ja, dit is weer Ruben van Galen. En hij twittert veel. Ja, laagste kindertal in Duitsland sinds 2009. Dus nog maar 1,36 kind per, wat is het, vrouw? Maar, wat zeg je? Mag je dat nog zeggen? Ja, ik zat daar aan twijfel ik even. Maar als je dit grafiekje ziet, hoe kan je dit dan twitteren zonder daar nog een tweede opmerking te maken? Vooral als het lijkt jij... me alsof die, niet op 2000 hoor. Na 2000 ging die iets omhoog en daarna valt die bijna in een afgrond. Wat zou dat kunnen zijn, Jeroen? Ja, klimaat is natuurlijk het eerste waar je aan denkt, hè, bij dit soort getallen. Zouden mensen warmer zijn gaan douchen of zo? Het zou best eens kunnen. Maar het is, laten we eerlijk zijn, het is echt schokkend. Hè? Dus de afname van het aantal geboortes. En dat is toevallig na die vaccinaties, dat ze hier in vaccinaties op de markt gekomen zijn. Maar ik denk dat dat is alleen maar correlatie, is geen causatie. Dat moeten we altijd voor ogen houden hier. Maar het is duidelijk, de geboortes zijn ingestort sinds de prikjes. En dit is ook een interessante. Ja, want we hebben dit al eerder behandeld, maar nu zijn er dus ook Europarlementariërs die hier kamervragen over hebben gesteld. Namelijk, waarom waren er lobbyisten aanwezig en werden er Europarlementariërs gefeteerd door Moderna en Pfizer om ervoor te zorgen dat mRNA niet als gentherapie geclassificeerd zou kunnen worden? Ja, waarom zou dat zijn, Willem? Maar dit geeft aan, dit is precies waar die aangifte van mij eigenlijk over gaat. Het is open en bloot, komt die farmaceutische industrie met lijstjes aan van laat jij dit eens even passeren. Het is zo'n ongelofelijke clownshow. Nieuw artikel van Herman Stijgstra, Anton Teunis, Jilles Kriek en Ronald Meester. Nou, de meeste kennen we wel. En die laten zien dat waar dan de excess mortality zit en wat dan de rol is van de prikjes. Ze komen er in ieder geval achter dat de prikjes onder de 75 geen enkel positief effect hebben gehad. Dat is in ieder geval uitgesloten. En in de tweede ronde of bij Omicron hadden ze uitgekeken volgens mij en dan was het iedereen onder de 85. Goed nieuws, als je last hebt van myocarditis door de prikjes, het zal misschien niet herstellen, maar je kan wel de ontsteking dempen door colchicine te nemen en daarmee in ieder geval te zorgen dat je niet allerlei secundair littekenweefsel krijgt. En hier waren veel mensen al bang voor. Er zijn veel oproepen gedaan om schone bloedbanken op te richten, namelijk voor mensen die niet geprikt zijn, zodat er altijd uncontaminated bloed is. En nu lijkt het inderdaad zo te zijn dat bloed van mensen die de prikje hebben genomen, dat daar kans op is dat het vervuild is met artefacten zoals spike-proteïne. En een tweet van Robert F. Kennedy, junior. Die zit natuurlijk al een hele tijd in dat vaccinverhaal. En wat hij goed doet, is dat hij zegt van ja, let op, die hot batches, het staat inmiddels vast dat sommige batches veel dodelijker zijn dan andere, dat deden ze in 1979 ook al door ze te verdelen over meerdere districten of meerdere staten, dan viel het veel minder snel op als er eentje dodelijk was.
En oversterfte met of door COVID-19. Doodsoorzakenstatistiek van het CBS is minder objectief dan het lijkt. En dat is een artikel in Medisch Contact. Ja, en deze is al van januari, maar nu is die vrij toegankelijk voor het publiek. Dit is geschreven door Michael Smulders, een van de artsen die ik in januari bij Wilde Freedom heb geïnterviewd. Dus kijk dat artikel na en kijk dat interview nog eens terug. Goed, en nou tijd om te stoppen met het gebruik van de term long COVID, omdat de symptomen niet erger zijn dan die van een griep. En dat zegt de directeur van de gezondheids Queensland in Australië. Ja, het is nu echt officieel. Long COVID was een onzinterm of een paraplu-term die is misbruikt. We hebben het post-viraal syndroom, we hebben hypochondrie, we hebben burn-out, maar we hebben vooral helaas heel veel prikschade. En dan gaan we even plotseling en onverwachts. Twee profvoetballers storten in met hartproblemen op live tv in afgelopen 2 dagen. En Atalanta Fiorentina uitgesteld na waarschijnlijke hartaanval van Fiorentina-directeur Joe Barone, 57 jaar. Hij zou een hartaanval gekregen hebben en verkeert in kritieke toestand. Constantin Kolstov, voormalig ijshockeyer uit Belarus en vriend van toptennister Aryna Sabalenka, is op 42-jarige leeftijd overleden. Doodsoorzaak niet bekend. En ook een vlucht van Cape Verde naar Parijs. Land doet een noodlanding op de Canarische eilanden, omdat een passagier een hartaanval kreeg en medische assistentie nodig had. En de derde voetballer ingestort op live tv deze week. 30-jarige oude Egyptische nationale voetballer Ahmed Refaat. Het gebeurt wel heel erg vaak, Willem. Maar het zal ongetwijfeld allemaal toeval zijn of een andere oorzaak hebben en niks met die prik te maken hebben. En dat geldt ook voor Arthur Cazot. Die valt flauw tijdens de wedstrijd en moet per rolstoel de baan verlaten van de Miami Open. En de Amerikaanse Hartstichting die waarschuwt voor vasten, want dan heb je kans op voortijdig overlijden, Willem. Dus het komt door het vasten, niet door de prik, maar wel het klimaat en het komt nu ook door het vasten. En nog iets waar gewaarschuwd, als je zondt, al is het maar voor 1 dag, dan krijg je een hoger risico op hartziekte. En stopt het lichaam met het bevechten van infecties. Het omgekeerde is waar. Op het moment dat je in de zon ligt, maak je vitamine D aan. En dan kan je beter infecties bevechten als zonder. Maar dit soort nonsens wordt aan mensen opgelegd. De zon is het gevaar, net als CO2 en noem maar op. Wat natuurlijk gewoon onzin is. Na 2 weken beademing, eindelijk duidelijkheid. Ex-anderlichtspeler Christopher Olsson, 28 jaar. Die zit met bloedklonters in zijn hersenen. En hier is wordt toegegeven dat het COVID-vaccin zou mogelijk een auto-ongeluk motorongeval. En hij is uiteindelijk in een rolstoel zit hij nu. Ook waarschijnlijk door het COVID-vaccin. En wereldwijd. Kankerfenomeen. Het is niet alleen Amerika, Verenigd Koninkrijk, Japan of Zuid-Afrika en Australië. En er zijn andere dozijnen van landen die allemaal in een mysterieuze piek van allerlei tumoren in jonge mensen. Maar ook dat heeft niets met het vaccin te maken. En moeders die klagen merken aan voor de dood van hun dochters na HPV-prik. En dat is een artikel in de andere krant. Ja, en dat is die reclame. We hadden net over dat artikel in Medisch Contact. Michael Smulders is ook die arts die de rechtszaak heeft gewonnen tegen de HPV-prik. Namelijk, het mocht niet, de reclame was misleidend. Ja, nou, komen we bij het laatste, de demonstraties. Nou ja, demonstratie bij Holocaust Museum was wel aangekondigd. We hadden daar vorige keer hebben we er al over gesproken. Dat zou om een spontane democratie. De demonstratie zijn bij de opening van het Holocaust Museum. En ze zouden niet door overvallen zijn, zo zei ze donderdag in een debat. Dus ook weer helemaal verkeerd voor. Maar Halsema liegt over alles, dus dit is geen nieuws. Ja. Beetje onzin om hier een artikel aan te wijden.
En een totaal geflopte demo. Een magere opkomst bij anti-Wilders protest. En Asja, die had dat georganiseerd. Asja, die kennen we ook uit de coronatijd. Als een echte flinke prikpusher. En weer jouw aankondiging van het debat waar jij aan deelneemt. Ja. En Ramo Tarsing. Op 23 maart in de Haagse Bierkluis vanaf 3:30. En op de link daaronder, daar zijn kaarten te verkrijgen. Ja, van Jong BVN. Ja. En dan de herdenking 27 maart aanstaande van 10 uur voor het gerechtshof Amsterdam hebben we vorige week ook al aangekondigd aan het IJdok 20. Dat gaat dan over de regiezittingen. Wij zijn daar ook, precies, want dit is ook een van de zittingen waarin Doreen wordt aangeklaagd. Er zijn 3 zittingen op die dag en zij zit in de tweede. En dan de busreis Amsterdam 31 maart, terwijl je ook met de bus demonstratie voor vrede, Museumplein vanaf 2:00. En nog een laatste, Nova Academia inauguratie 6 april door Dolf van Wijk introductie. En dat is in Château de Hot Beaumont. Ja, dus dit is onze eigen universiteit. Heel trots erop natuurlijk. Paul Cliteur, Kees van der Pijl, Matthias de Smet, Gigi Foster, Erika Turkstra, Paul Vrijters. Paul Vrijters is echt de initiatiefnemer ervan. Tjeerd Andringa, allemaal mensen die je misschien al een keer hebt gezien bij de Science Summit. Die zullen hier een praatje geven bij het open dag of open weekend, moeten we misschien wel zeggen. De start van onze eigen onafhankelijke universiteit. Ja, en dan nog eventjes een oproep. Super fijn dat jullie allemaal dit programma volgen. We waarderen ook enorm dat jullie ons steunen. En nu is het dan met De Facto. De Facto is een los bedrijf. Maar natuurlijk zorgen donaties naar De Facto er wel voor dat wij dit programma kunnen maken. En wat we trouwens zien, is dat de nieuwsbrief terugloopt. En meer dan dat organisch te verwachten is. Dus zouden mensen eens kunnen kijken, krijg je de nieuwsbrief, komt die in je spam, wordt die gebounced? En wat we ook heel fijn zouden vinden is als je het mensen aanraadt om je te abonneren. Want wat we ook verwachten is met de censuur die steeds hoger wordt, dat we dadelijk echt op onze eilandjes terug moeten komen en dat we misschien wel via servers in IJsland moeten werken om jullie nog informatie te verschaffen. Ja, cool. Wim, dat was weer een hele lange les. Nou, net op tijd. Ja, dank jullie wel en tot de volgende keer. Tot de volgende keer.